Klikpedalen vast. Dit is Arriere de la Cours. Leeberg, Kattenberg, Rekelberg, Valkenberg, Wolvenberg, Berendries, de muur van Gerersbergen, Bosberg, Haaghoek en de Paddestraat. Het gevoel wat menig mens heeft wanneer 24 december is aangebroken, dat warme gevoel van verbondenheid, van warmte en van genot. Dat gevoel komt voor menig wielenfan bij de eerste echte koers van het jaar op Belgisch grondgebied. Corona of niet, het gevoel blijft. De hoogmis is niet ver meer en het bosvallei staat te trappelen. Het wieljaar is begonnen. Arriere de la course wordt mede mogelijk gemaakt door Coerspret. www.coerspret.nl Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen. Arrière de la course. De komende podcast gaat over wielrennen. Besproken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank. Dicht voor de tv. Vandaag, aflevering 36. Ik ben Michiel Beemster, tegenover mij zit hij. Wilco Kinter. Wilco. Yes. Was een lekker weekend hè? Man, man. Was een heerlijk weekend. Geniet, hè? Ja, jezus, minnaars, jongens, het is toch mooi dat het weer begonnen is, hè? Ja, het, mooie, het mooie is gewoon, hè, je een weken leefde er naartoe. Nou, Twitter is helemaal ontploft, hè. Als je een beetje wielerliefhebber... Die, die die volgt alleen maar het wielrennen op zijn Twitter en dan, nou, ja, iedereen maakt zich gewoon alleen maar gek, ja, en gekker en gek. Ja, dan gaat het ook nog zwaaien en dan gaat het regenen. Ja, dat is het wel. Begint eigenlijk de dag, de dag naar Lombardije ja. en dan dan gaat het maar door, dan gaat het maar door en ik moet wel eerlijk zeggen. Kijk, er zijn natuurlijk wel twee wereldoelwedstrijden geweest. Dus het is wel een beetje begonnen. Ja. Maar op een bepaalde manier, wat ik ook in het voorstukje vertelde, het is gewoon. ja weet je, het is een soort, soort kerstmis. Uh, alleen dan voor het wielrennen. Ja. En, en op het moment als uh, de, de omloop van het nieuwsblad gewoon begint. Dan, dan hebben de Belgen allemaal een, 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 nou, een, een, een dikke L, om het zo maar te zeggen. Terecht overigens, want ze hebben het weer fantastisch in beeld gebracht. Ja. Er wordt daar voorbeschouwd. Uh, de, boel, het, de, de worsten uh, worden lekker in, in, de, in, de, in, de, in de braadpan gelegd aan de kant van, het, uh, ja. van, uh, van de koers. En, en uh, de biertjes, de pintjes, die, die stromen rijkelijk. En dan, dat is gewoon koers. En dat is geen UAE-tour. Ja. Dit is koers. Het enige wat ik miste, wat ik bij de Ronde van Vlaanderen wel heb is dat je s ochtends vroeg al de televisie aan kan zetten. Ja, dat is wel jammer. Ja. Dat, dat Het is nog net niet een, een kerkmis die ze eraan toewijden, ja, ja, ja. maar dat je gewoon vanaf het allereerste moment al op, op sportza inschakelt en, en de voorbereiding meemaakt, de renners achter de schermen Maar zitten. dat is ook het verschil. Dat, het daarom is dat dan de hoogmis. Daarom ja. is dat de hoogmis. Kijk, er is één hoogmis in het wielrennen en dat is ja. de Ronde van Vlaanderen. Helemaal waar. En we hebben het in de vorige podcast ook over gehad dat de omloop van ja. het volk eigenlijk een soort tegenhanger moest zijn ja. van de Ronde van Vlaanderen. Ja. Nou, dat is het geworden. is ook gewoon een reden, want de Ronde van Vlaanderen is gewoon natuurlijk de holy grail van het wielrennen. Ja. Uh, in ieder geval het eendaagse wielrennen. En ja, die komt nog, hè? Die komt nog. Die moet nog Hoe komen. Maar ah, dit was wel echt, uh, net wat ik net ook zei, regen, wind, dat zijn de ingrediënten voor een prachtig fietsweekend. Ja. En dan maakt dat nu niet eens zozeer uit welke renners je aan de start zet. Het is gewoon een gegarandeerd spektakel. Ja. Hé, hey, uh, onze grote vriend Peter is er niet bij. Nee. Die uh, heeft nog een flinke kater van uh, te veel koerspret wat hij gedronken heeft Ik tijdens ook, de, ja. de bike motion. Ja. Ik bedoel, uh, Peter is natuurlijk uh, 100% de koerspread uh, boy. En ja. uh, die heeft daar drie dagen gestaan. En volgens mij, uh, elk biertje wat hij verkocht, heeft hij er dus sowieso <laughs> zelf wel een keer gedronken. Is Want, gestopt uh, met fietsen. Ja, het hij kan, fietsen, hè? Ja. Ja. Dus, uh, ja. ja. Ik ben benieuwd hoe snel hij een bierbuikje hebben. Boe ja we hebben Wesley Snijder gezien ja ja ja, ja die presteerde de binnen twee maanden echt uh, drie ja. keer Wesley snijder. toen Zou te Peter zo ook dan meteen met een bierbuik uh, nee, dat nee, geloof ik niet, nee nee maar hij traint nog hard hij is wel net vader geworden natuurlijk dus dat, het schijnt ook dat het eerste jaar na, je, na de geboorte van uh, uh, de kleine dan word je ook soms wel iets van 10 kilo kan je zwaarder worden echt waar nou, als hij dat dan en hij wordt uh, uh, als ware nog uh, zwaarder doordat hij te veel koers drinkt en ja. te weinig traint ja natuurlijk met een knipoog. maar hij is er niet bij nee. um, hij uh, hij is even druk met met het biertje hey um, waar heb jij denk je het meest van genoten het afgelopen weekend zijn dat dan de baarrenners want holy shit hoe hard ging dat uh, is dat de omloop geweest of of toch kune brussel Kuhne? omloop ja ja 100%. procent ja hoe gaaf het WK wielrennen ook is. En hoe bijzonder WK, het, het Of uh, WK uh, baanwielrennen. wielrennen, baan, wielrennen. Uh, En hoeveel medailles. Zes gouden medailles. daar ja, komen we later nog even op terug inderdaad. Maar. Hoe bijzonder dat ook is. Ja, het is gewoon... Omloop sick. blijft het omloop. En, en, en ja, dat, het, het, dat was wat we net ook zeiden. Het is de start van, het, van een mooi seizoen uh, wielrennen op de weg. En hier kijk je weken naar uit. En als het moment daar is... ja. Dat, daar kan in dit weekend niets tegenop. Nee. En dus kun je een bus een heel mooi koers. Maar omloop, ja, dat, dat staat dan wel echt ja. op één. Zeker. Ja, nou ja, goed, we gaan het allemaal natuurlijk even rustig nabeschouwen. We, we first things first. Um, er yes. is een hele hoop gebeurd. Eigenlijk is er op sommige plekken niet zo heel veel gebeurd. En daardoor is er een hoop gebeurd. Laten we beginnen waar we de vorige keer zijn geëindigd met de OIE Tour. toer uh, ja, dat was toch wel. Aan de ene kant was het, was het een mooie koers. Want laten we eerst even over het koers gedeeld hebben. Uh, op een gegeven moment, uh, Yates met de PogoChart en uh, met de Luchenko. Ja. De sterkste mannen in de race. Jeets uh, had al een keer gewonnen op uh, de belangrijke klimmen in die koers. Ja. En de, de tweede keer dat ze opgingen, won uh, uh, ja, Yates. Yates won, ja moet, ja moet goed zeggen? Yates won voor de uh, PogoChart. En, uh, nee, Poketjauw nee, hey. ja, uh, uh, voor uh, uh, yeah. de laatste etappe, sorry. Poketjauw gewoon, die drukte hem dan net overigens voordat Lushenko. Poketjauw voor De J2 derde, nou dan denk je, oké, okay, het is waarschijnlijk in, uh, in Kan en Kruiken. Maar wat gebeurt er dan? Dan breekt het coronavirus uit in de uh, UAE. Ja, in de UAE, in, in daar zo, ja, En dat, dat uh, levert er uh, toch wel hele aparte uh, situaties op. Ja, dan is het klaar. Dan is het klaar met de koers. En dan... Ja, wat doe je dan als team? Ja, je kan vrij weinig doen. Want ze zaten opgesloten in het hotel. Ja, maar goed. Het is, het is ten eerste instantie... Laten we eventjes het hele, het hele corona verhaal... Het is, wordt, het is niet een rode draad in deze podcast... Maar het komt veel terug. Ja. En dat is gewoon puur om het feit... Van, ja, uh, het speelt nu gewoon. Uh, het wielrennen wordt ook geraakt. Nou, het, het is nog niet dusdanig geraakt dat er... Heel veel dingetjes niet uh, doorgaan. Maar er zullen misschien in de toekomst wel dingen afgelast worden. Uh, de OE-toer is in ieder geval meteen al de ja. eerste boom afgelast. Er waren twee. Uh, verzorgers van het team van UAE, ook nog eens een ja, keertje. twee Italiëns, Italianen. Ja. ja, die, uh, die, ja, die, had, die, die had, hebben getest op uh, corona en die waren positief. Of in ieder geval uh, wilden ze het uh, zo dusdanig in quarantaine stellen dat, uh, ja, dat ze dus uh, uh, niet het hotel meer uit uh, mochten. Maar wat blijkt, nou, er werden alle renners en alle mensen die hier in koers om die UAE toe werden, werden, als het ware in quarantaine gezet. Ja. En zelfs nu, als je spreekt, het is vandaag 2 maart, zijn er dus nog steeds Frances de Jeu, COVID dus. En uh, alle Franse ploegen, toch? Nah, nee, Franciszeu, Covid. Dus. En voor mij, OAE dan zelf. Oh, ja. die, die drie uh, zitten nog in quarantaine. En uh, het, waarom zijn die, zijn die nou in quarantaine? Omdat er bij, volgens mij, een van de twee Franse ploegen nog een, een, een hoog koortsgeval was. En wat krijg je dan? Ze zitten op dezelfde etage, dus allemaal moeten ze blijven. Dus dan zie je Arnoud de Maar met, uh, met de Ramon Sinkeldam die zich doodvervelen Dan zie je Sam Bennett, want volgens mij ook zelfs nog Quickster moest op een gegeven moment een tijdje nog blijven, ja. maar die is later ook weer weggegaan. Met, uh, met uh, Archbold zie je ze daar uh, bolen met uh, waterflesjes. Ja. En dan denk je, ja jongens, wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat, het komt heel dichtbij, maar ja. het is ook wat een extreme reactie op ja. iets uh, in mijn ogen dan natuurlijk. Zullen er ook renners geweest zijn die anders Kuhn hadden gereden? Uh, nou, volgens mij zijn er, zijn er geen renners die Kuna hadden gereden. Mm. Dus, maar het zou kunnen dat er een aantal gevallen zijn ja. geweest. Sure. We hebben wel het geval Morkoff gezien. Die is die ook nog uh, eens een ja. keertje goud in de mennesen pakte. Ja, uh, gelukkig uh, maar. Ja, uh, tijdens het WK uh, baanwielrennen. Maar ja, goed, dat gebeurt. Maar als we puur eventjes gewoon gaan kijken. We zijn niet voor het wielrennen. We zijn niet per se alleen om het coronavirus te bespreken. Ja. Jees wint uiteindelijk de Tour. Ja, gemakkelijk. Ik, ik, nou, nou, ik hij vond moest hem nog twee etappes. Keer, uh, maar, ja, goed, ik, ik vond -etappes die, die uh, twee bergenetappes niet in mijn optiek... Ja, ik vond het verrassend... want uh, de eerste keer dat hij dus woonde... gingen ze die... Uh, just, just a ball, hè, dat ding. Ja. Gingen ze op en... Uh, toen was hij ruim een minuut sneller... dan, dan de rest. En de tweede ja. keer... Toen gingen ze er weer op de reden. Is bijna zo snel. En het ja. bleek dus wel dat ze wat rugwind hadden. Waardoor ze dus uh, uh, wat makkelijker opgingen. Dus Jeets ja. is gewoon dik in orde. Ja. Um, dat is RMJ's vaker en in dit soort kleine rondes. Als het gaat om de wat grote rondes, is het wat moeilijker, blijkt voor ja. hem. Uh, vorig jaar werd hij bijvoorbeeld in het terreno Adriatico net aan het uh, verslagen Geslagen ja. door uh, de door, uh, Ja, maar dat kan ook een kwaliteit zijn. Hè? Dat je voor de eenweekse koersen. Uh... Ja. Nou ja als je dat puur gaat kan. kijken, ja. uh, RMJ's heeft meer rondjes, ronden gewonnen dan zijn ja. uh, broer. Ja. Alleen uh, als zijn broer wint, dan is het gewoon een net even een dikkere, vette vis. Precies. Dat is het grote verschil. Ja. Uh, Pocketje was goed, maar Pocketje moet wel bijgezegd worden dat hij wel specifiek voorbereid had op deze tour. Dus is de de tour van ja. zijn ploeg. Het was een van zijn geen uh, doelen. Ja, dat klopt. Ja, ja dus de, dus die, maar die was goed. En, en ja, en ik vind het toch ook knap hoor, zowel Vogelsang die hier dan niet uh, uh, reed, maar uh, als uh, Lutsenko, Lutsenko die, ja. die toch wel wat shit over hem hebben gehad. maar ze ja. maar Laten gewoon de benen spreken. Precies. Ja. Een beetje, uh, heden de love it, maar ja. ja, ik vind het wel een, een, een heel erg. Uh ik vind het knap om... Een sportief statement, om het zo Ja, maar te niet alleen dat. Maar je moet ook mentaal wat maar kunnen. Hè? Ik bedoel, ja. Uh, uh, ja, goed, uh, je wordt gewoon beschuldigd van iets... wat uh, waarschijnlijk uh, niet terecht is. Laten we eventjes het, uh, gewoon hoe ja. het is. De feiten blijven. Ja. En dan, dan spreek je zo met je benen. En Lutsenko lijkt elk jaar wel weer een stap uh, te ja. maken. Hij ja, is goed. Ja, maar ja. het is best wel een, een... Hij is niet stevig, maar het is geen Peter Koning... met een bier bierbuik. Maar ja. het, hij, is, hij is wel wat voller, om het ja. zo maar te zeggen. Hij is gebonkiger en toch gaat hij mee met de... Ik vraag me wel af als het echt het bent in gaat of je dan ook uh, kan. Nee, maar nee, wat hij nu laat zien. Niet. Hij uh, uh, niet. laat echt hele mooie dingen zien. Nee, nee. Ik denk dat Luchenko niet uh, de hoge bergte. Maar ja, weet je, ik weet niet of hij bijvoorbeeld uh, de Amsterdam Gold race rijdt of daar zou u wel echt. Uh, Vorig jaar reed hij hem ook. Dus uh, Ja, maar de De Waalse pijl. Uh, ja. ja, daar is hij volgens mij wel een, uh, een van de grote ja. favorieten. Als hij hem rijdt hoor. Je weet ook niet hoe het ja. schema er nu uitziet. Ik vond Wilco Kelderman opvallend. Ja, ja, maar goed, positief. Ja, dat, dat, dat lijkt een beetje als alle, alle Nederlanders uh, hebben tegenwoordig wel wat De ene uh, die uh, heeft een last van zijn knie, de ander heeft een. Uh, darmvirus. Darm, en, a, geen darmvies, maar uh, een, Moet dat virus noemen? Nou, <laughs> gewoon darmklachten. Ja, oe, oe, oe. nee, maar hoe heet het ook weer? Uh, geen woorden, maar een. Uh, wat had hij nou ook weer uh, Tom hebben we het toch over? Ja, Tommy Doemelé. Nou, dat was nou ja, goed. Zou ik ook zo zeggen worden. dat hij een lindworm heeft? maar nou, lekker lintworm. eten. Ja, lindworm. Ja, ja, goed. Dan blijft hij er. Nee, het, het, hij had, uh, had natuurlijk iets uh, wat, wat er niet hoorde. En dan lijkt het een beetje zoals van de man die altijd wat heeft. die komt er toch tot nu toe ja. heel goed doorheen. En dat, ja, dat vind ja, ik wel heel erg goed ik vond te het horen. positief om te zien. Weet je wat ik het mooiste vond in deze tour? Er was één etappe waar alle sprinters op de afspraak waren. En het, en het was echt een koninklijke sprint. Die groene wegen van. Ja, dat, wat een heerlijke sprint was dat? Dat was een parasiet. Brede weg. Nu komt er een parasiet, de parasiet van ah, de Tom. parasiet. Maar ah, ja. inderdaad, we gaan verder over. Brede weg. Ja. Alle sprinters waren daar ook. Iedereen was op de afspraak. En Het was echt man tegen man. Alle ruimte was er. En Groenewegen sprint ze gewoon allemaal eruit. Ja. Nou, ik had het ook staan inderdaad. De groene wegen laat zien dat hij uiteindelijk gewoon de beste is. We waren ja. nog wat kritisch om hem vorige keer. We, we waren uh, dusdanig kritisch. Dat dat we van, kritisch terughoudend misschien. Ja, Maar, uh, maar we zeiden uh, van oké, okay, weet je, het is een sprintje samen met Jacobsen. Maar een sprintje samen met Jacobsen, oké. Okay, uh, ja. Zijn dat dan de beste twee sprinters ter wereld? Viviani was daar ook. Maar is Viviani goed buiten de, de ja. Keunen-Kwiksterpomp? Precies. Maar hier uh, won die, verloor hij de eerste keer voor Akkerman. Nou, ja. Toen zeiden we ook van ja, weet je, Akkerman is dan misschien wel op dit moment de beste sprinter. Maar toen kwam hij al heel erg snel. Hè? Ja, hij groene komt van heel snel, heel veel power dat hij ja, 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 hij was, hij, hij leek te snel te ze zijn, maar hij werd niet goed gebracht. En had maar het nu had het goede wiel van Bennett. Ja. En uh, ja, dat is het beste ja, wiel op dat maar moment. Maar goed, de, de, hij won, hij won gewoon dingen nou. En uh, ja, nee, goed, dat dat, dat 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 laat zien dat er dat er heel veel in het vat zit. Uh, laten we hopen dat hij uh, dat hij dat vaak Je ziet doen gewoon ninja. als hij als hij niet te ver van achter zit, en dan maakt het niet eens zozeer uit welk wiel hij heeft, maar hij moet niet te ver van achter zitten. En het en dat ga ik is er. heeft hij gewoon de meeste power van allemaal op dit moment. Ja. Dat laat hij nu zien op dit moment. Ja, nou ja, goed. Kijk, en dat is op dit moment natuurlijk. En er zullen gerust wel redders in opbouw zijn. Maar als je, als, je, als je ziet wat hij kan. en hoeveel. Uh, het was ook zo'n staatje volgens mij. met hoeveel Wattage. Hij, uh, wat hij trapte. Ja. En, dan, uh, wat van, uh, Akerman, en dan zag je het wat van Akkerman. en dan zag je de wat van van uh, Groenwegen. en hij trapte gewoon letterlijk. en figuurlijk veel meer. Ja. En, en dat, dat is misschien ook een stukje vorm. maar aan de andere kant is het ook pure power. En het is nu aan jumbo Visma. om hem goed af te zetten. Ja. Ik bedoel, we zijn niet kritisch, maar aan de andere kant, hij wordt soms gewoon niet goed genoeg afgezet. Licht ja. de Groenweg kan, maar licht dan humorisme kan ook. Hij, hij wordt hier en daar wel eens, of dat hij zelf een beetje te ver naar ja. achter laat beuken. Als zij dominant kunnen worden met een trein, als ze hem goed kunnen neerzetten, is waarschijnlijk, mits hij deze vorm heeft, is hij onverslaanbaar. Ja, ja hij, wordt, hij wordt tot een bepaalde hoogte altijd goed afgezet. Alleen, er is altijd een momentje dat er een, een verslapping is. En raken ze toch weer een aantal posties. Zou zo'n Groene Wegen bij de Koningsrix dan niet veel meer kunnen winnen. Of is dat te kritisch naar de trein van Jumbo Visma? Ik, ik denk dat het meer in de persoon, ander persoon Groene wegen legt. Ik denk dat de trein van een Jumbo echt wel heel goed is. Want hij wordt vaak gewoon bij de eerste 4-5 afgezet. En dan gebeurt er wat. De bochie, of hij laat zich wegzetten. En dan, en dan door eigen toedoen zie je gewoon vaak dat hij dan weer een paar stappen teruggezet wordt. En dat legt niet aan de trein. Het zou een stukje druk zijn, ook vorig jaar de eerste etappe tijdens de Tour, dat hij toen, toen viel hij natuurlijk. Nou, Enthousiasme dan, uh, misschien ook. Maar, maar nu is er dan een, een brede weg, een, een grote aankomst, uh, ja. niet te veel gevriemel. Um, is dat dan het gevriemel wat hij misschien lastiger vindt? Weet ik niet. Hij heeft ook in, uh, in het gevriemel al genoeg gewonnen. Ik, misschien is het gewoon uh, een stukje concentratie zou kunnen. Ja, nou ja, goed. Weet Hij je... sprint ook nog niet zo heel lang, hè? Dus, uh... Nou ja, goed. Zo langzamerhand uh, is het ook alweer een paar jaar. Ja, toets, maar... maar ik bedoel... Ik snap je, ik snap je punt. Ik bedoel... Echt het toppunt moet misschien nog komen. Dus juist denk je dat het toppunt moet komen. Maar ja. als je al toeretappes wint, uh, je pakt de chance gilles Ja, maar ik bedoel echt het dominante. Dat je zoals een, een Kittel of een Cavendish gewoon vijf, vier, vijf etappes hebt pakken. En dan ja. ben je... Uh... Echt beste. Ja, dat Dan ben je de domiant. deze Tour sowieso niet gebeuren. Nee. Maar in de Giro uh, ja, zullen we het zien. En uh, ja. kan die volle bak uh, aan de bak. Uh, maar het was genieten. Wat een sprint. Uh, het was genieten. Het was genieten. Uh, en uh, ja, we hadden hem graag nog een aantal keer gezien daar. Ja. Alleen ja, dat, uh, dat vraag kennen we. Helaas. Inmiddels is Jumbo-Visma natuurlijk wel terug uh, op weg naar huis. Ja. Dat is goed nieuws. Want uh, ja, weet je, als je daar ook een week lang, uh, uh, bij wijze van spreken, in het hotel moet ja. blijven zitten. word je niet vrolijk van. Nee. Uh, ze kunnen niet fietsen en de vorm zal snel Precies. achteruit gaan. Um, ja, het werd afgelast. Uh, laten we hopen dat het allemaal afloopt met de Sisser. Uh, het is ook landelijk nieuws. Want er werd op een gegeven moment ook gemeld dat er iets van 45 Nederlanders in, uh, in, uh, in Abu Dhabi, uh, om het zo maar even te zeggen, in een uh, hotel vast zaten. Nou, dat waren volgens mij alle volgers. En dan kan je denken: ja, hoe kunnen dat dan 45 Nederlanders zijn? Ja. Nou, dat is waarschijnlijk uh, bijvoorbeeld. Ik weet het niet zeker, maar de neutrale wagen zal Shimano zijn. Ja. Dat wordt bestuurd in Nederland. Er zullen wat persmensen zijn. Bijvoorbeeld alleen al een persman van ze in Nederland. En dan zie je ook misschien wel weer hoeveel Nederlanders eigenlijk wel niet verbonden zijn aan die koers. Ja, er was een hele groep Nederlanders, als ik dat goed heb begrepen, die uh, de televisieuitzendingen regelden achter de schermen. Ja, dus ja. Die zitten er nu nog steeds. Ja, ja die Raymond Kerkhoff, die uh, journalist. Ja, ja die, de die zat er ook. Uh, niet meer van de Telegraaf, maar van zichzelf. Van zichzelf, ja. Die uh, ja, hele groep, ja. ja. Ik weet niet wat voor circus het is. Hè? Ja, maar goed, dan zie je alleen als, als er al zoveel Nederlanders daar zitten, hoeveel ja, Belgen zullen er bijvoorbeeld ja. zijn, hoeveel, hoeveel uh, andere nationaliteiten. Het is tijd dat ons podcast ook ja. in het circus meegaat. Ja, ja, zeker. <laughs> zeker nou, maar niet als de coronavirus daar. Uh, nee, uit, uh. nou goed, da 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 daar vliegen we gewoon omheen. Uh. Ja, 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 dat doen we zeker. Hé, hey, um, we gaan de OE afsluiten. Omloop het nieuwsblad. Hey, uh, veel reacties op een stukje uit de oude doos vorige keer. Het uh, bleek toch heel veel mensen ook niet te weten dat Het Volk ook een uh, krant was. Nou ja, goed. Uh, moesten we dat weten? Nou, ik weet niet hoe we dat moesten weten. We wisten in ieder geval niet. Maar het grappige was gewoon wel om te zien dat uh, heel veel mensen ook dachten: Nou, nah, dat is toch wel uh, leuk om te horen dat, uh, ja. hoe het nou echt zat. Ja, dat is en, wel leuke uh, feitjes ook. Ja, dat, uh, dat gaan we straks ook eventjes weer een stukje over, uh, over uitweiden in de oude doos. Een stukje historie. Um, ja. Om te beginnen waar we moeten beginnen. Het, uh, het was een koers uh, die eigenlijk al begon voordat we nog helemaal niks konden zien om het zomaar uh, eventjes te benoemen. Uh, er werd in een keer uh, geroepen door uh, meneer uh, Waier.nl uh, dat er wijs <laughs> waren. Nou, dat, uh, dat, uh, dat konden we niet zien. Uh, er werd nog net een, een interviewtje gedaan met wat de Belgische vedette en uh, de koers was eigenlijk al los. Op dat moment uh, Inios en uh, trek al heel dominant, alleen eigenlijk eventjes te dominant om, uh, om, uh, om door te pakken. Ik bedoel, er was natuurlijk geen renner die mee wilde rijden in ja. de eerste groep. Um, Wanneer viel jij erin? Uh, nou, eigenlijk vanaf de eerste minuut dat het lijkt. Live... Ja, heb je alles... Uh... Ja, ja, ik heb voor uh, zover mogelijk. De kids om me heen maken dat soms onmogelijk, maar... Vanaf het moment dat ze echt lijf gingen, een klein stukje voorbeschouwing ook meegepakt, ben ja. ik echt lijf gegaan. Ja. Ja, ik zeg: Ja, de, de omloop, ja, leef je weken naartoe en is het eindelijk, nou, ik, eindelijk ik, 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 ik ben het, ben het volledig met je eens. Ik heb al het weer buiten. Het was fantastisch om lekker binnen te zitten. Ja, het was echt het beste weer wat er maar kon zijn. Ja. Al moet ik zeggen: Na de laatste vier weken continu regen uh, voor een. Koers is leuk, maar het mag voor mij betreft ook wel weer een beetje uh, wat meer zon, hoor. Want het wordt nu wel eens een beetje uh, ja. dramatisch. Uh, en uh, maar aan de andere kant parijs Robert. straks nat misschien. Niet erg, toch? Het zou toch fantastisch zijn? Ja, zo is het. Ja. Hé, hey, op een gegeven moment... Um, Goed, ik ben dus echt vanaf het begin uh, ingeschakeld, ja. Even wat namen noemen, dan uh, ben ik benieuwd wat je van. Pascal Eenkoorn. Heel sterk. Bizar, hè? Ja, die heb zoveel... Was dat nou kopwerk? Wat idee Overreden hij nou echt voor zichzelf? Daar ben ik nog steeds niet over uit. Want nou ja. hij was zo goed. En later zat hij ook nog voorop in een, in een groepje, in de achtervolging. Hij was zo goed. Ja, maar, maar inderdaad. Laten we even terugpakken naar, naar Jumbo-Visma. Jumbo-Visma, een berensteken koers. Ja. Uh, op een gegeven moment is er pas in een, een, in een in de een, in een kopgroep. Werd teruggepakt en op een gegeven moment teunen ze weg. En... Wat wij ook echt uitgebreid hebben besproken via onze, onze WhatsApp-groep uh, 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 tijdens de koers. Op een gegeven moment gaat Enkhorn uh, gaat, gaat van Aad, gaat, is, is in een tussengroepje beland. Ja. Van Aat gaat volle bak rijden samen met uh, Seb van Marken. Nou, dan weet ja. je, al, als Seb gaat rijden, dan wordt het net niks. Uh, dan op, uiteindelijk komt uh, Van Aart in dezelfde groep als Enkhorn. En dan gaat Enkhorn volle bak. zie je ook de, de Jumbo Visma-ploegleider uh, ja. in beeld komen? Gaat hij volle bak uh, rijden omdat hij dat eerste groepje wil terugpakken met wat Fanatis wil. Ja. Op dat moment denken wij: waarom hebben ze zo weinig vertrouwen in Teunissen? Uiteindelijk bleek dus dat het misschien een goede keuze was geweest. Maar wat me wel ontzettend opviel, is dat, dus wel een keuze wordt durf, dat ze wel een keuze durven te maken. Het is niet zo dat ze denken, oké, okay, we hebben één uh, van de vier, vijf hebben we voorop. Uh, maar kunnen we daarmee winnen? Nou, ze dachten blijkbaar van niet, anders zouden ze het niet doen. Ja. Maar ze durven ook gewoon volle bakker achteraan te kachelen ja. met uh, de andere uh, sprinters in het wiel. Met Jacobsen, met Bol, uh, die er allemaal ja. daar ook zitten, die allemaal... Jij ja, zit te lachen vanavond maar, maar ze durven initiatief te nemen. Uh, dat belooft wat voor, de, voor het hele voorjaar. Ja, nou, moet, nou, moet, nou kan je dat denk ik wel op twee manieren bekijken. Enerzijds kan je bedenken van nou, ze gingen er echt volle bak achter gaan en ze nemen een risico. Anderzijds, het voorsprong van, van de kopgroep was best wel groot op dat moment. Stel Van hebt Van Marken en Eekhoorn en dat groepje hadden wel die ruimte gekregen. Hadden wel een minuut kunnen pakken. Kan het ook wel eens heel goed uitpakken en ze kunnen bij de kopgroep kopen. En dan is het geen risico geweest. Nee, maar wat eigenlijk nu gebeurde is dat ze dus niet, zelf niet wegkwamen. Dat ze eigenlijk uh, het pelotonnetje wat ja. nog was op gang uh, daarachter kregen. Uh, en alles schoof in elkaar. Nou ja, uiteindelijk uh, voor de uitslag maakte het niet zo heel veel uit. Maar dat was wel een hele gedurfde keuze. Ja. Want voor hetzelfde geld was Teunissen wel goed genoeg. Ja. Uh, kon hij wel mee. En ja, ik, wil, moest, ik moet het nog maar eens zien. Teunissen tegen uh, Stuyven in de sprint. In de sprint had Teunissen misschien wel gewonnen. Ja, dat heeft ja, hij de toe uh, laten zien. Ja, ja, Stuyven is ook had. Geen, geen, verkeerde, geen verkeerde sprinter. Hè. Nee, en, zeker. Uh, het was niet ietsje bergop. Het, het was ja. vlak. Maar uh, ja, wat dat betreft van Teunissen weer een supergoede koers. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik op het eind dan toch dacht ja jammer ja maar zoals ik ook uh, zaterdag al in de, in de app gooide, Teunus is echt in topvorm hij komt op de helletjes gewoon uh, net te kort maar is dat dan standaard dat het kort komt of denk je dat hij dat nog nee nee ik dat ik denk niet dat het standaard is maar ik denk wel dat het nu een moment is dat hij daar gewoon tekort komt maar zou je vandaag prijs roubaix hebben dan moet je hem opschrijven, want dan is hij gewoon een van de favorieten. Ja, zou die qua inhoud op dit moment niet, niet een klein stukje tekort komen? Ik denk dat hij qua inhoud prima in orde is. Dat zag je op het eind ook. Op een gegeven moment lijkt het lopen, omdat je niet meer dichterbij komt. Maar hij blijft alleen toch vol bak rijden. En er was op een gegeven moment een klimmetje. Toen moest hij uh, een beetje lossen. Maar later kwam hij dan toch weer terug. Dus dat geeft toch wel aan de motor. Er is niks mis mee. En deze koers ja. was ook gewoon 200 en een beetje... En hij heb, ik geloof wel dat zijn inhoud prima is. Alleen ja. die, die die waren gewoon killing voor hem. En, en als dat dus allemaal vlak was geweest, dan. Ja, en een beetje een zware koers. Nou, dan kan je hem wel uh, echt opschrijven. Okay. En we hebben het hier natuurlijk om, uh, over het omlopend nieuwsblad. Met ja. alle respect, het is een, uh, een grote koers. Het is een lange koers, ja. maar het is geen Ronde van Vlaanderen. Nee. Maar wel wilde hoor. Wat dus het is wel denk gewoon, denk uh, jij dat het anders zou gelopen zijn? Stel dat dit het Ronde van Vlaanderen was geweest, dezelfde situatie. Dan hadden ze het nooit, no hadden ze volle bakken achteraan gehad. Dan, dan had niemand durven te blijven zitten. Uh, of denk je dat, dat, dat dit ook een scenario zou kunnen zijn voor een, voor een ronde? Zeker. Ja, ik zeg iedereen die in, aan de omloop aan de start staat, die neemt dit zo serieus. Iedereen wil winnen en niemand laat. Ja, lopen. Maar dan vanavond maat. Ja, maar die had een Trentin om... in de kopgroep. Ja, die kan sprinten. Waar. Er dat... was helemaal geen reden meer, ondanks dat het voor hem een teleurstelling zou zijn geweest, ja. want hij moest en zou voorin zitten en hij uh, uh, miste slag. Ja. Maar Trentin zat voorin. Ja, in principe heb je met Trentin natuurlijk gewoon altijd kans ja, op winnen. wat ik wel, wat ik wel echt een ploeg vond die ik echt miste, was EF Education. Uh, ja, die heb gewoon de slag gemist. Ja. En dat is jammer. Ja, maar ook wel een. een, een ja, Lotte Sedal zat er natuurlijk wel bij. Ja, die hadden er een mannetje voor in. Niet de man die ze gewenst hadden. Ja, er zat een mannetje voor in. Ja. Dus ja, die gaat ook niet rijden. De koning, die was alleen maar aan het afstoppen. Want die hadden er een toppertje voorin rijden. Helaas ja, wordt de tweede, maar, maar toch de vind ik wel een risico. Je weet gewoon als je lampaard uh, Lampard, uh, uh, vooraan hebt heb zitten. Ja. Het is ja. geen sprinter. Ook al wilden de Belgen natuurlijk, dat is wel mooi, de laatste kilometer gaan ze stuiven met de lampaard. Oh, lampaard kan ook nog wel een flink sprintje in de benen hebben. Denk, ik, ja, ja, kom op man. Het is <laughs> Ja, Maar zij winnen zoveel met zoveel verschillende renners. En ieder scenario is weer anders. En er zijn heel veel scenario's geweest waar wij ook gedacht hebben: hè, zo, dat is ach, knap hoe ze dat ja, weer lampaard stuiven. Was heel lastig geweest. Ja, maar voor hetzelfde geld ook. had hij wel uh, twee kilometer voor de finish uh, die drie meter gehad. Ja, hij kan goed tijd rijden, uh, dan pakken ze het niet meer terug. Dan wint hij. Nee, oké, okay, dat, dat, dat is zeker wel Het met... is wel mooi dat die ploeg. Maar met die die je hebt zoveel overzicht achter. Als, uh, ja, maar dat was een prima uh, plan. Was dat. Ja, nee, Jacobs reed niet, het omloop, toch? Jacobs reed alleen kunnen. Ook oh, ben ik nu even op buis, oké. Okay, nee. ja. Maar goed. Het, het feit dat de koning zoveel vertrouwen in zijn renners hebt, dat, 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 dat stralen de renners ook uit. En dat mij niet uit wie ze in de, in de kopgroep hebben. Ze gaan ervoor. En uh, ze hebben één keer toen die fout gemaakt. In, uh, voor mij was het ook in omloop. Met uh, Terpstra, Bonen en, uh, en uh, hoe heet de, de lange renner van de, de koning. Toen zaten ze samen met de renner van Sky, zaten ze? Uh, voor mij was dat standaard toen. Ja, toen en werden die, ze en de, en toen die wonen. ja, uit, ja. Dat, dat, daar hebben ze wel van geleerd. En ik denk niet dat ze dat nog een keer laten doen. Nee, dat is zeker waar. Alleen toen verloren ze ook, en nu verliezen ze in principe ook. Dus maar toen verloren ze door het van zichzelf. Nee, maar dat is, dat is waar. Maar, maar het, het is de vraag: van... wil je dan doorrijden met een lampaard? Kijk, dat, is, ja. dat, is, dat is wat ik eigenlijk bedoel. En ik ben even buis uh, met, uh, met uh, Jacobsen. Die reed uiteraard natuurlijk niet uh, 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 omlopend nieuwsblad, maar die reed. Uh, Alleen kunnen. Uh, ja. Alleen het gaat mij even puur om het feit: van... oké, okay, je rijdt daar, je stopt af. Je, ja. je, ze weten eigenlijk dat het redelijk lastig zal worden om te winnen. Ze zitten natuurlijk wel met twee man. Ze hebben Tim de Klerk en ze hebben Lampaard. Maar het zijn allebei twee renners die dan toch uh, niet zomaar. Uh, Even zo makkelijk zouden kunnen winnen. Nee. Hadden ze het anders kunnen doen, denk je? Of denk je dat dit de manier was geweest? Nee, dit, dit was de manier. Kijk, een koers die, je kan een koers nooit van tevoren bepalen. Uh, het loopt zoals het loopt. En, uh, en uh, dit was de kopgroep die op dat moment uh, de, de ruimte kreeg. En uh, daar moet je het dan mee doen. En dan moet je er het beste van maken als ploeg. Ja, en de Koning had gewoon één man voorin. En dat was een van de, de kopmannen, de beschermde mannen. Ja, dan is dat voor, voor de koning natuurlijk geen reden om het anders te doen. Want anders zou dat een beetje uh, het vertrouwen schaden natuurlijk van de renner. Uh, nee, maar, dat, maar dat, is, dat is dus het lastige in, waar, waar je in komt ja. te zitten. Van je zit met twee man, zijn dat de mensen die kunnen winnen. Ze rijden voor, het, voor de eerste plek natuurlijk. Ja. Alleen het wordt wel verdomd moeilijk op het moment als je, als je landpaard ja. daar hebt staan. Wat hij misschien had moeten doen is, is in een eerder stadium al... Ik weet niet of hij de benen had, dat is natuurlijk de vraag. Maar had hij misschien al meerdere keren moeten proberen om weg te springen toen de groep nog wat groter was. En dat er meer naar elkaar gekeken wordt. Allemaal één Wie doet het kopwerk. dan had het misschien een goede kans geweest om, uh, om weg te ja. geraken. Ja, want, uh, want uh, de kopmannen waren. Waren, eigenlijk waren het niet. Als je ziet Stibar, uh, Asker in de klek, Jungles, Keizer, Lampard, Senechal. Ja. Uiteindelijk vinden ze met drie man binnen de top 10. Senechal die uh, ook nog een ja. top 10 pakt. Uh, ja, dan uiteindelijk hebben ze het natuurlijk gewoon supergoed gedaan. Alleen ja. voor, het, voor, het, voor het koersloop zie je wel dat heel veel ploegen aan klem zitten. Jumbo-Visma neemt wel het initiatief, ondanks dat ze iemand erbij hebben zitten. Uh, Van zit gewoon te wachten, maar die denkt ook Trentin. Ja, weet je, het is een goede, misschien ja. wel de beste sprinter. Uiteindelijk blijkt hij de benen niet te hebben. Uh, Lotto Sudal... Ja, aan de andere kant ze hebben er natuurlijk één man erbij. Wat ik overigens ik vond het best wel verrassend hoor. Dat, uh, dat Frison erbij zat. Maar de, ja, uh, Gilbert is nog uh, aan het werk uh, voor zijn conditie. Die, die kan het op dat moment niet doen. Uh, ja, Wat heb je voor de rest eens. Uh, ja, de, dus. Degenkoop had mee moeten zitten. Nee, ja, Degenkoop die reed niet hoor. Het was Gilbert, Frison, Maas, van Goetem. Uh, oh, denk ik op het, die, die reden natuurlijk zijn ook wel uh, Ja, kunnen. Maar dat krijg je. Dat is helemaal niet erg. Want als je zoveel uur geweest Twee dagen achter elkaar <laughs> ga je wel eens uh, dingen door elkaar. En hé, hey, die, 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 die reed niet mee. Uh, maar ja, dat is ook wel een beetje misschien. Misschien ook wel, wel, wel typerend. Dat die, dat die sprinter jongens hier niet reden. Omdat het toch een zware koers is. Omdat ze toch waarschijnlijk verwachten dat er niet uh, gesprint kon worden. Ja. Maar aan de andere kant had het gekund. Ik weet het niet. Als je de laatste keer de muur van Geersberg... de laatste keer de Bosberg zag... zaten ja. ze echt gewoon goed stuk. En het werd ja. eigenlijk de, 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 de finale van de stervende zwaantjes... om het zo maar te zeggen. Wat ik heel positief vond voor, uh, voor het wielrennen in het algemeen... als we naar de klassiekers kijken... de Koning is natuurlijk heel dominant en heerst. Uh, nog steeds. Dat uh, dit weekend weer gebleken. Maar we zien gewoon dat andere ploegen... Ook dominant te proberen te worden. We ja, noemen ze een voorbeeld? Ik vond uh, Jumbo. Uh, het ja, kwam ja. er niet uit, maar Jumbo vond ik heel dominant. Ja, Jumbo was, was ik, super dominant. Met name zaterdag waren ze ja. natuurlijk gewoon, gewoon super sterk. Zonder maakte het ze ook helemaal niet. Dus nee, ze, ze maar ik vond Trek vond ik ook uh, heel positief. Ja, uh, maar als je dan ze al... iedere keer mee. Dus we proberen ook echt koers te maken. Ja, maar uh, als je daarvoor kijkt. Uh, van trek. dan vind ik dat best wel verrot. Ze hebben Pedersen. nog in principe de wereldkampioen. niet heel veel. nog niet de vorm. In. Nee, maar hij zit, deed het wel goed. Ik vond Alice Kies er goed bij zitten. Op een ja. gegeven moment ging hij wel op zijn waffel. waardoor hij daarna wat minder uh, in beeld kwam. Uh, Edward Teuns. Eerlijk ja. gezegd heeft wat minder seizoenen gehad, maar hij heeft wel de potentie. Ja, oké. Okay, uh, okay. Maar goed, stuiven daarentegen. Stuiven daarentegen supergoed. Ja, vorig jaar was hij ook al heel constant. En dan niet met de uitslagen, maar wel heel constant. Ja. Dus ja, die laat het ook gewoon zien. Nee, maar als je dan ziet, de uh, Rijn Mullenreed, uh, ja. Emiel uh, Lipiens en uh, Quinn Siemens. Uh, ja, het is niet meteen een ploeg nee. waar je zegt van die gaan domineren. Maar ze waren wel heel dominante wezen. Want ze zaten ja. van het begin af aan... tot het eind zaten ze er gewoon supergoed ja. bij. En, en dat, is, dat is gewoon knap. Ja. Maar je hey. ziet ook gewoon aan, aan Trek... dat een uh, aantal jaar geleden was het nog een beetje... Uh, iedereen deed maar weer een beetje wat. Grote rondes waren ze vaak ook het lachertje. Van nou, dan komen ze min Brambilla aanzetten. Die moest dan voor de top 10 gaan. Ja, die, die ja. kon dat dan niet. Je ziet wel dat Trek nu ook gewoon veel meer een team begint te worden. En dat ja. betaalt zich wel uit. Je ziet gewoon het hele dag ze wielrennen ook in het klassiek. je moet gewoon echt als team rijden. Ja, nou en maar niet dat als is team wel team rijden, een beetje dan... het copycat gedrag... van de Koning Quickstep. Ja, Want... maar het betaalt zich wel uit. Ja, en, maar en, dat, en, dat, dat en, zeker. Maar als we het net even over IF Pro uh, Cycling... Als je ziet, uh, ze reden met Van Markenhoven... zijn keukeleren van de berg... Owen Rutsch en Scully. Ja. Ja dat, ja, dat is ook lastig. Dat, het is, het is typerend. De ene ploeg komt wel echt gewoon met een dikke, dikke vissenploeg aan. Ja. En de andere ploeg ziet het dan toch een beetje als van... Ja, oké, okay, we doen mee en uh, we zien het wel. Dat, dat zie je ook een beetje aan Astana Met de De Vreese, Aramburu, Fellini, Kroestef, Hul, Boro en uh, Bysikdorov. Ja, weet ja, je... Ja, Het is gewoon het begin. En, 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 en als je dan heel eerlijk bent, als je dan ziet met van Aard, Eekhoorn, Janssen, Groendal... Groendal, Janssen, Lindeman, Teunissen, Van der Hoorn en Wijnland, Ja, die staan er wel, Jumbo-Visma. vis Die kiezen gewoon misschien een van de twee goed en niet half. En, ik, en, en wat ik wel goed vind, is inderdaad, als je, als je wil bouwen aan een team, dat zie je aan de koning ook, we moeten dat toch altijd wel een beetje gaan spiegelen aan de koning, want zij pakken de prijs als een dominant. Zij kiezen daar ook gewoon voor een, een voorjaars team. En daar gaan ze mee knallen. En er worden af en toe eens met één of twee renners een wisseling gedaan, maar de kern. Van vijf renners is eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde. Ja. En dan kan je bouwen aan een team. En dan word je ook een team. Als je altijd weer een ander team inzet, kan je niet bouwen. En dat doet Jumbo ook wel goed. Nee, dat ben ik, dat ben ik heel met je eens. Um... CCC vond ik ook heel uh, opvallend positief. Uh... Ja, vind je? Ik vond eigenlijk, ja. eerlijk gezegd, de twee mannen die het ook moeten doen. Dat is natuurlijk uh, Van Maat en uh, uh, Trentin. Wat ja, maar onder bedoel... andere naam dan. Nee, maar het gaat maar niet om de namen. Het gaat maar meer gewoon... De ploeg CCC rijdt van voren mee. En of dat... Uh, resulteert in, in, in dat ze resultaat halen, dat vind ik op dat moment nog niet eens zo belangrijk. Het, het feit dat ze koers proberen te maken, dat ze voorin proberen mee te doen, nou vind ik een hele positieve ontwikkeling. Ja, Voor een ja, ploeg wat vorig jaar nog echt wel in opbouw was. Ja, maar dat vind ik ben, goed om te zien ben ik met je eens, maar aan de andere kant, als ze het gewoon puur kijken, vanavond, maar goed, Jonas Koch, ja, uh, ja reed oké, okay. uh, Michael Saar, trend 10. Van Hoeken, Van Hooydonk, Van Keisbroek. Het zijn ook nou, geen koekenbakkers, natuurlijk. Bij ik denk de, dat we nog wel wat van, van afmat kunnen verwachten. Hij ja, heeft dat... echt wel laten zien dat hij echt heel goed is. Nou. En dat, het viel nu niet de goede kant op voor hem. Ja, maar met de rest die hij iemand nog nog komen... Er een team om hem heen. Wat nu uh, met Trentin. Uh, hebben ze toch een twee-traps raket uh, Die met z'n tweeën ja. daar uh, uh, voor uh, de nodige uh, frictie kunnen zorgen binnen ja. het peloton. Want als hij gaat, dan is het niet van. Uh, Vanavond nee, kan Ze uh, ja. dus kunnen nu een beetje spelen Je met z'n. zag twee. nu al meteen het perfecte voorbeeld. Ja. En hij kon blijven zitten. En voor hetzelfde geld, als ze terug hadden gepakt, had hij zelf nog kunnen gaan. En anders had hij alles alleen moeten doen. Uh, ja, wel vaak. Ja. En wat voor de rest mij erg opviel, was uh, Team Sunweb. Uh, Krak, Krak Andersen. Super goed om te zien ja. dat hij weer terug is. Absoluut terug. Ja. Uh, en uh, is uh, uh, oh Oké, die is heel goed. Sterk hoor. Had ik niet verwacht. Dat, niemand wist dat eigenlijk. Ik denk dat Team Sunweb wel eens een keer het verrassing kan zijn van het voorjaar. Nou, dat zijn ze eigenlijk. Uh, nee, maar als het gaat eigenlijk groot, zijn ze dat nu al. Ze hebben al een wel ja, Sun, gepakt. Harald Sunweb Tour, met alle respect. En nog wat andere kleine dingetjes. Hartstikke goed. Kees Bol legt ze uh, erop. Tuurlijk, maar dat, zijn, dat is gewoon een etappe ja. koers. Ja, klopt. En een etappe. Ja. Maar met, ik denk, Benoot... Kruk uh, uh, Andersen, misschien komt Matthews ja. er nog bij. Heb je gewoon drie supergoeie renners met een goede kern omheen. Uh, ja, ik, 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 ik geloof daarin. En ik denk dat het echt ja, wel wat kan worden. De druk is er nu wel af. Ze hebben wel wat lekkere overwinningen al gepakt. Dus de druk is er wel af. En dat is wel fijn voor een ploeg, als je overwinningen in de ploeg hebt. Dat hebben ze nu. Ja, dat, die kans zit erin. Dat ze, dat ze gaan verrassen. Ja. Ja. Of verrassen. Ik vind dat zij ook heel dominant voorin rijden. Ze pakken weer hun verantwoordelijkheid. Op het moment dat zeker, zij... Zeker, zeker. Zij denken dat ze kansen hebben om te winnen. Dan pakken ze altijd hun verantwoordelijkheid. En je ja, ziet ook wat krak anders is voor complete renner is. Als je gewoon goed in vorm is. Ik bedoel, ja. uh, in de, in de toeren uh, toen uh, met uh, uh, Tommy. Uh, toen die tweede werd. Ja. Toen kon hij heel lang mee. Had hij nog lang bit. En nu zie je ook gewoon in uh, omloop het volk dat hij er eigenlijk al staat. En dat is gewoon supergoed om te zien. Weet je wie hem tegenviel? Ineos. Ineos. Waarom vond je hem tegenvallen? Ik vind als je een ploeg als Ineos hebt. En je hebt zoveel toppers in je team. En je, en je rijdt uh, op het moment dat het moet gebeuren in de finale. Niet vooraan, dat hebben ze twee dagen nu gehad, vind ik dat best wel tegenvallen. Ja, nou ja. In, Zoveel kwaliteit in de heel goed, want in de eerste wijze zaten er volgens mij vijf man van Ineos bij. En daarna ja, dan, uh, maar ja, dat was heel vroeg, hè? Ja. En ze proberen het wel hard te maken, maar op het moment dat het gebeurt. Wat, maar wie niet. vind jij dan de renners die het zouden moeten doen? Want de Ineos, als ik naar, 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 het, naar het lijstje kijk, denk van ja. Ja, ze hebben ook niet echt de afmaak. Moet dan Stennet het nog steeds doen? Die overigens tegenwoordig een beetje uitziet als een soort van homo-woner. Echt, hè? Man, hè? Jeetje, man. Dat <laughs> yeah, knallen. Bang voor ja, ik, ik zou eventjes niet weten dat dat ook misschien wat tekenen dat ze Maar goed, ze hebben een sterren, Answampa, toch? Zeggen ze toch? Ze ja, ik heb alleen maar goed. Uh... Lawless, Mascond, Ro, Zwift, Basso, Leonardo, Basso. Ja, weet je, het is ook weer zo'n team en je denkt... ja, weet je, is dit dan het team waar ze ja. mee uh, de omlopende in het is ja. allemaal, Het is allemaal nog een beetje proeven. Proeven wat ze ja, allemaal doen. maar Ineos heeft wel een team, wat jaren uitstraalt dat het ook een team is. Maar op dit moment, in het klassieke werk, vind ik, vind ik het nu nog tegenvallen. Ik hoop dat ze een tegendeel gaan bewijzen. Maar nu vind ik het nog tegenvallen. Ja. Ik snap pas ook omdat Van Balen er nog niet bij was. Uh, dat zou kunnen, dat is ook een Dat zou meteen de grote kopman zijn. Ja. 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 hey dan even naar de dames uh, van Vleuten. Ja. Holy moly. Jammer dat we niks gezien hebben. Nee, dat is weer. Maar ja, je dat vind kan ik echt het echt jammer. Je kan het goed volgen op Twitter. Maar goed, je, Spakt hem gewoon weer. Ja, het, maar eventjes gewoon een vraag. Is Van Vleuten de nieuwe Vos? Of is er zo langs we bijna Vos voorbij? vind ik moeilijk. Dat vind ik echt heel moeilijk. Nou, nee, dat vind ik niet. Vos is een hele andere renner als Van Vleut. Je kan ze totaal niet met elkaar vergelijken. Ja, je op, kan ze niet vergelijken, maar. Op de weg heeft, heeft Van Vleuten heel veel mooie dingen laten zien en heel veel gewonnen. Vos daarentegen heeft ook echt heel veel gewonnen. Fors heeft veel meer gewonnen, maar het gaat me meer om gewoon hoe zij wint. Kijk, ja, dan nee, want Fors kan ook wel solo aankomen, maar Fors was niet, niet per definitie van maar de ik solo's. Heb, ik heb bijna nog nooit een dame uh, gezien ja. die zo dominant is in welke koers dan ook ze is heel dominant is de strada de strada ja, volgens mij uh, ja, de rest kan gewoon beter niet starten want de winnares is volgens ja, mij maar, in, maar, maar, maar van de Brech is ook in vorm Vergeet van nou, de die had, was nog wat ziekjes volgens mij en uh, ze won wel de koersen uh, vorige week dus ja dat weet ik maar ze was het ziekjes volgens mij voor de afgelopen weekend dus mij reed ze ook niet mee maar het gaat meer om het feit van ja. dat zij zo dominant is in de koers. En dat ze zo dik eigenlijk wint. volgens dus... mij had ze nog pech ook tijdens de solo. Had ze ook nog, ja. Ja, <laughs> maar goed. Even bandje lappen. Ik, de, de, ik bedoel, de bedoel de tijd. Ook niet, niet om, om Vos naar beneden te halen. Maar ik bedoel meer het ja. feit van. Forst heeft natuurlijk heel veel gewonnen, ja. veel meer gewonnen. Maar, maar is er ooit een geweest die zo bizar dominant is in een wedstrijd? En ja, elke keer weer. Op dit moment. Uh, ja, is hij wel. Waar zij start. Is ze wel heel dominant? Ze gaat op een bepaald moment gas geven en niemand kan volgen. Nee, nee. Ongekend. En, en ze, hebben de, ze hebben een goede keuze gemaakt destijds om voor een Australische ploeg te gaan rijden, uh, waar zij de absolute kopvrouw is. Ja, en je ziet bijvoorbeeld als zij het Nils uh, team rijdt, heb je meerdere topvrouwen rondrijden en dan is het wel eens geluk hebben op het juiste moment weg kunnen ja. springen of niet. En als zij gewoon de enige kopvrouw is, dan mag ze zelf bepalen. En ongekend. dat is zo goed, echt ongekend. Ongekend hoe goed ze is. Petje af? Hey, Kunne-Brussel-Kune, de dag erop. Mochten we weer op de bank hangen? Nou, ik, ik, ik had een werkdag, dus ik heb het wel ik heb het al gezien. Uh... Gelukkig begon het niet zo vroeg. Nee, <laughs> nee, nee. Maar weet je wat het is met Brussel-Kune-Brussel-Kune? Kunne-Brussel-Kune. Kune, Kune. Uh, je verwacht uiteindelijk een sprint. Maar aan de andere kant verwacht je het ook weer niet. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus het klinkt ja. een beetje dubbel. Je, je, het, je denkt dat het er niet komt. En dan denk je, oké, okay, het wordt toch gesprint. En uiteindelijk het toch weer niet. En ook in deze situatie. Uh, Askerin wint uiteindelijk. Gewoon fantastisch. Alleen moet ik wel zeggen. Ja. Uh, Francis de een treintje achterop. Uh, zet een treintje op. Uh, gaan volle bak rijden. En dan rijden er twee verkeerd. Wie waren dat nou uiteindelijk? Ja, ik dacht dat het Koen was. Maar dat, volgens mij was hij dat niet. Maar dan rijden er twee verkeerd. En dat is eigenlijk net het moment. Zou het niet dat, zou het zijn dat als, dat, als die gasten niet verkeerd zijn, dat ze het gewoon op ze nog pakken? Poeh. De Koning was wel weer meestelijk aan het afstoppen. Ja, maar Koning, maar die zat ook gewoon in de situatie. irritant Zaten ze weer iedere keer op ja, plek drie, vier. Nu zaten ze wel met Jacobsen. En, en ze zaten gewoon rustig te wachten. Uiteindelijk vindt Jacobsen trouwens niet de sprint van het peloton. Maar ik vraag me af, zou die dat niet ook een beetje belaten lopen? Uh, uiteindelijk heeft hij hem laten lopen. Toen hij wist dat hij niet meer ging winnen, wat? heeft hij hem laten lopen. Natuurlijk, want zijn maatje voorin, die, 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 die kan winnen. En als hij volle bak gaat sprinten, weet je ook niet wat er gebeurt. Ja. Maar wat, wat, wat mij opvalt, daar rijdt een, een de koning voorop. En dan gaan de twee man van Sunweb, die doen het kopwerk. En vervolgens zie je gewoon een trein van vijf man van de koning ja, ja. daarachter zitten. Ja, Is er nou geen enkele andere ploeg die denkt: laten we even helpen. Want die twee rennen het niet. Ja, en zonder wie, ons gaan we ook wie, niet winnen. Maar wie had dat moeten doen? Want ze weten dat als ze terugkomen... dat de snelste sprinter in koers is... Jacobsen. Ja. Ja, natuurlijk. Maar ja, Kees Boel die zat bij Sunweb. De Sunweb-ree. Ja. Uh, de Maar ook mee? Omdat uh, Groepama zo nee, enthousiast de, nee, aan het rijden was? Nee, de, de Maar die, 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 die zit volgens mij... Naar mijn weten zit die, die vast uh, op dat moment in... Uh, oh, die zat ook natuurlijk in uh, ja. uh, staan. Ja. Dus... dus, 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 dus ja weet je wat het wat er gewoon de situatie was is die dat de koning reed gewoon weer meesterlijk ja nee maar die reed meesterlijk alleen het, wat wat je dan, wat je dan op zo'n moment uh, eigenlijk denkt is van uh, ja ze, ze kunnen ze bijna niet afstoppen nee maar dan nog ik vraag me echt 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 af en het is helemaal niet om uh, om de koning quickstep te dissen ik vraag me echt af of zij uh, uh, niet hadden gehaald als ze op dat moment uh, niet uh, rechtop waren gereden in plaats van links. Ja, het, het waren maar acht seconden. Ja, die kans dat hij gepakt zou worden. Ja, die, die is altijd aanwezig. Ja, het had gekund. Ja, dan hadden we twee ploegen voor gereden. Dan ga je veel harder. Ja, ik vraag me ook wel eerlijk gezegd. Ik ben beetje, nood heeft niet de motor als, uh, als Green heeft. Ik vraag me ook wel een beetje af voor wie dan uh, groepen, maar Francis de sprinter. Trok, want ze reden met Ludwigsson, Ludvig, uh, De Laas. Koen, Le Gac, Lienhart en Soro. Ik zou het niet weten. <laughs> nee, ik zou het ook echt niet <laughs> Zouden we weten. allemaal mannen die, die nooit in de sprint zien. Nee, want als je nog gaat kijken, uh, Ludwigson werd 66 e De Laasje werd uh, 127ste, uh, Koen, nou ja, die werd 35 e dan nog, maar waarschijnlijk nadat hij terug was gekeerd. <laughs> uh, Jack werd 49 e en uh, Lienhardt, de Zwitser, werd 12 Ja. Nou, misschien uh, deden ze het voor de Linux. Maar als ik dan even puur ga kijken. Want uh, ik ken het beste man niet uh, heel goed. Uh, ja, 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 Ik, ik vraag me af of, dat, uh, of dat, is, dat de man is waar ze voor sprinten. Maar goed, uh, dat mogen iemand ons een ander keertje dan vertellen. Of dat maar, een maar, maar ik heb één hele grote vraag. En ik hoop dat Ries de Plugge ons eventjes gaat contacten. Onze Nederlandse trots Jumbo. Kunnen Brussel kunnen is gewoon. Een groot koers, een grote volle. Dat schrijf ik wel toe, maar het is gewoon een groot koers. Als jij een ploeg, als Jumbo hebt, met allemaal toppers, hoor je hier toch gewoon te staan. Al is het alleen maar om ritme op te doen, al is het alleen maar om koers te maken, hier horen ze toch gewoon te staan. Als Nederlandse ploeg in België. Ja, maar misschien. Uh, ja, ik vind het is... de gemiste kans. Het, het zijn echt... gewoon kansen op overwinningen. En, uh, en ze hebben een hele grote ploeg. En. Uh... Ja, ze zijn ook de enige ploeg uit de World toe die niet startte. En ja. in, in 2018 wist die de Groene Wegen nog, uh, nog te winnen. En. Uh... Ik denk dat het voor van aard een hele mooie koers was geweest om uh, koersritme hardheid uh, op te doen. Ja, en, en vorig jaar was je ook nog de snelste, maar toen uh, waren de drie renners weg. Pop Jungels won toen een solo voor Roman ja. dool en een Nicky Terpstra. Ja, het is, het is, het is, het is vreemd. Uh... Ik vind het echt een gemiste kans. En. Uh... Ze waren, ik... ze waren niet verplicht om, uh, om, uh, om te nee. starten. Maar ja. aan de andere kant, uh, ja, ik, ik snap het ook niet zo goed. En uh, het, het wordt ook niet echt duidelijk waarom dat ze dat op die manier hebben gedaan. Het past niet in het programma, blijkbaar. Nee. Maar aan de andere kant, misschien is wel wat gebeurd achter de schermen. Het zou kunnen, hoor, dat de uh, organisatie of wat dan ook. Uh, je weet het niet. Maar het is, ook, het is ook gewoon raar, want we weten allemaal: Jumbo is, 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 is een supermarkt dat openen in België. Ja. En uh, dat is ook een van de redenen waarom ze destijds Wout van Aat hebben aangetrokken. Ja. Dat is natuurlijk perfecte marketing. Ze hebben de plus ook mede daardoor ja. aangetrokken, perfecte marketing. Ja, maar waarom zou je dan niet met van Aat. Ja, maar van Aat stond niet op het programma natuurlijk. Misschien is dat wel de reden. Het zou kunnen. Maar goed, wat, wat met kruiden, al met teunen ze. Zeker, maar. Groep met, maar uh, uh, Groenewegen reed de UAE Tour. Ja. Dus die had waarschijnlijk sowieso niet gereden daar. Maar aan de andere kant, waarom niet? Nee. Uh, van Aert hadden ze misschien verwacht dat die al terug zou zijn. Maar die reed ook omlopend nieuws omdat hij uh, ja, dacht dat de Italiaanse koersen niet uh, door zouden ja. gaan. Die gaan voorlopig wel door. Uh, ja, dus misschien is dat het. Het enige wat ze misschien nog zouden kunnen zeggen... de mannen met de absolute grote motor... die zo'n koers kunnen winnen. Dat is de laatste jaren is dat uh, bewezen met de Ars nu en Jungels... Uh, zoals Martin of uh, Van Emden. Dat die er niet waren, dat zou bijvoorbeeld een reden kunnen zijn. Nee, nee. Want, want ze hebben dit in december al aangegeven. Het ja, klopt jaar. hoor. Maar dat, dat zou bijvoorbeeld een, een reden kunnen zijn, omdat die natuurlijk de UAE zou rijden. En die zouden dan niet op tijd terug zijn. Dat zou een reden kunnen zijn om ja, niet maar te ze rijden. ze zou het gewoon met het ploeg van het nieuwsblad kunnen rijden. Precies. Dus daarom zag ik ook, er was helemaal geen, geen, geen reden om, om niet te rijden. Nee. Gemiste kans. Ja, ik, uh, zeker. Raar, raar. En raar. ik denk dat het ook niet, niet goed is voor, voor, uh, voor het team. Want ik vind dat uh, dit soort koersen, het openingsweekend, dat als je dat als ploeg laat lopen, ja, ik vind het een beetje een zwakte bot. Dat is ik de enige wildtour. En uh, ik, ik denk ook het, het succes van de Koning uh, komt ook voort uit zoveel mogelijk rijden. Zoveel mogelijk met elkaar rijden. En zoveel mogelijk als team rijden, dan, 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 dan komen de prestaties en ja. het plezier, dat haal je uit de koers en niet alleen uit trainingen. Tja. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Hey, de, uiteindelijk weer een as green. wat was hij sterk? Het was echt gewoon, hij reed en, en de een naar de ander die kon niet in zijn wiel blijven. Uh, er waren wel sommige wat mindere goden, met alle respect. Maar ze konden gewoon niet in zijn wiel blijven. En, uh, mooie ja. stijl ook, hè? Ja, so. ja die mooie jij hebt aandeel in deze wielrennen. Ik heb aandacht in Denemarken. Ja, elke keer als, als er weer ja, een winnaar voorspeld wordt, dan zeg je weer volgerrennen. Ja. <laughs> maar de Denen is, Ja. Maar goed, om altijd maar, maar Pedersen te uit, noemen. Dat, je uh, moet even uitleggen hoe het komt, want jij was tijdens het WK. Nou, ik, ik heb met het WK niet uh, per definitie een rennen genoemd. Nee, ik heb jij, wel Pedersen? Maar ik heb wel uh, continu gezegd, jongens, Denemarken, echt waar. Het is echt een goed land. Ze ja. hebben een heel goede selectie. Hou ze in de gaten. Ja. Nou, mensen, kijk de uitslag nog even op na. Top 10, drie Denen. Als het er niet vier waren. Ja, maar ga ik eens gewoon kijken hoe goede renners... met de Krak Andersen ja. die nu terug is, met de Asgreen, met uh, de Vogelsang. Uh, ze, ze domineerden eigenlijk het uh, ja. voorjaar. In mijn volgende leven word ik Deen. Ja. 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 Er Ze ook veel corona al in Denemarken, hoor. Ja? Ja, maar goed, dat is dan wel weer weg. <laughs> in je volgende leven. <laughs> ja. Dan drinken we het gewoon alleen nog corona. Dan drinken we het gewoon weer. Uh... Nee, maar goed, hij was... zonder uh, Dollar, hij was echt heel goed... Ja, nou, was heel goed. En uh, ja, dik verdiend. Ja. Ja. En uh, ik hoop dat dat klopt. Dat, uh, dat ze zeggen van, van tevoren hebben We hebben het besproken dat jongens had gezegd van uh, je bent zo goed, je moet uh, dan en dan ongeveer gaan, net zoals ik dat vorig jaar heb gedaan. Ja. Dat ja, maakt het heel mooi. Je, dat, dat zijn alle heroïsche verhalen altijd. Ja. Dat klopt, zullen we nooit weten. Maar het, nee. als dat zo is, dan hebben ze het super goed gedaan. Ja, zeker weten. Maar dat geeft wel aan, hè, de koning wat we net ook de hele tijd zeggen, over twee dagen gezien, zaterdag, zondag. Ze worden één, ze worden twee, uh, meerdere top tien plekken. Heel dominant en ik denk een uh, heel geslaagd uh, weekend voor. Uh... En daar hebben we Kavanya nog niet eens meegenomen. Nee, nee ik moest uh, wel even lachen om uh, Nietzalo. Want Nietzalo van uh, NTT uh, Pro Cycling, ja. die was super blij dat hij de sprint wil van het peloton. Ik denk je ja, weet je, dat is ook zo. En hij had echt het gedacht ja. dat hij dat kon winnen. Maar ik denk dan. Denk je nou echt dat als, als ik er iemand teruggepakt, dat hij de sprint van het peloton wint? Nee. Ik, nee, toch? Ik, ik mag toch hopen dat hij ook wel gezien heeft dat dat treintje van vijf man heel dominant was. Heel makkelijk vooraan kon rijden. Met een uh, rood-wit-blauw uh, truitje van Jungels en een rood-wit-blauw truitje van ja. uh, Jacobsen. Ja. Nee, dat... Uh... Maar goed, goed voor zichzelf trouw, goed voor de ploeg. Ze worden zeker. tweede in kunnen. Zeker. Podiumplek. Zeker, dat zeker. Verteld. Zeker, nou, dat denk ik helemaal met je eens. hey WK-baan wil rennen. We gaan even korter heen. Uh, het is natuurlijk zo'n schandaas als we het helemaal niet zouden benoemen. Uh, Kirsten Wild, goud op de scratch. Roy van den Berg, Harry La Jeffrey Hoogland, goud op de teamsprint met een bizar wereldrecord. Uh, Harry en Bruglie, moeten we ook absoluut niet vergeten. Nou ja, goed, die moeten we niet vergeten, maar in principe zijn uh, de, ja. het winnende team uh, waren deze drie. Ja, maar ja, drie wedstrijden, ze doen het met z'n Ja, nee, maar dat ben ja. ik helemaal met je eens. Ben ik helemaal met het wereldrecord. Zeker, is deze absoluut. De ja. Brugli ook natuurlijk. Ja, maar ik heb wel een beetje, dit Brugli is ook net een beetje de vijfde wiel de wagen wordt. Het is zo niet zeker of hij meegaat naar de Olympische Spelen. Ja. Dat zou zonde zijn ook. Maar ja, weet je, misschien gaan ze toch die wegrenner uh, niet uh, meenemen. Ik zou, uh, als, als ik het voor het zeggen zou hebben, dan zou ik altijd voor een extra baanrennen gaan, ja. die bewijzen dat ze voor het de prijs uitleggen aan de mensen. De mensen hebben geen idee wat het over gaat. Uh, Naar Limburg Spelen mogen ja. een aantal uh, 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 yeah, wielrenners mee. Uh, je mag een aantal baanrenners meenemen, uh, maar dan mag je weer minder andere renners meenemen. Ja, het is op een hoop, hè? Het baanwielrennen, het wegwielrennen. Ja, het is niet, zippen, het uh... is niet per se op een hoop. Het gaat meer om het feit van, volgens mij, dat als jij een bepaalde onderdelen renners mee moet nemen, dat je een bepaalde plekken hebt. En als je dat wil doen, dan moet je ergens wat laten. Dus het kan op een Hoop, ja. maar het is niet zo dat elke wegrenner ook de baan weer op mag. We moeten ook natuurlijk gekwalificeerd worden. Maar wat ze ja. eventueel zouden kunnen doen, is dat een, van het schip, uh, dat die bijvoorbeeld als, als wegrennen wordt ingeschreven, waardoor ja. ze een extra vrije plek krijgen bij het baanrennen en waar die evengoed dan weer instroomt. Maar dan zou hij dan of de wegrace kunnen rijden of, of niet. Ja. Dat is een beetje het verhaal. Nou ja, goed. Uh, en dan zou Bugli misschien wel de persoon zijn die daarvan profiteert. Uh, aan de andere kant zouden ze ook bijvoorbeeld met Van der Poel nog, uh, dat, dat is niet... Ja, je weet het nooit meer van de poel, maar dat zou ook kunnen natuurlijk. Als die bijvoorbeeld de mountainbike dubbel wordt ingeschreven... dan is dat volgens mij hetzelfde ja. verhaal. Nou, de discussie is, is, is op dit moment volgens mij... de enige discussie volgens mij, die er, dat is, dat is Boegli. Dat is ook Boegli. Ja, nou, nou, mag je heen of mag je heen in en, en, en de sleutel legt bij uh, Van Schip. Als hij uh, ook de weg gaat rijden... dan valt er een, een wegrijder dan af... en dan komt er automatisch een plek vrij in de baanploeg... En die zou voor Boegeli zijn. Stel, stel Nederland zegt: Van Schip gaat alleen op de baan rijden. Want hij is wel zeker al van de speler namelijk. En we kiezen voor uh, Omen, Kelderman, weet ik voor wat. Ja. Die gaan de weg. Dan mag Boegeli uh, niet naar de speler. Nee, maar, maar, dat, maar dat snap ik. Maar ik vraag me dan af of de situatie ook zo zou kunnen zijn als Van de Poel dubbel wordt ingeschreven. Dat weet ik niet. Maar want dat, dat zou dan, als het ja. allemaal op een hoop wat jij zegt hetzelfde zijn. Als Van de Poel dan ja. gaat Mountainbiken en hij, hij rijdt ook de wegwedstrijd. Ja. Ik weet niet of dat programma technisch ook uh, nee, kan, dat, maar dat, dat zal niet. Maar het, het zou volgens mij gaat het niet uh, van de, de schip ook gewoon kunnen kiezen om de weg niet te rijden. Maar wel dat hoeft natuurlijk. Ja, niet. Maar van het schip heeft al wel gezegd dat hij er wel voor open staat om erover te praten. Ja, vraag ik alleen af of de andere renners er open staan om met hem te koersen. Ja. En daarnaast vind ik ook gewoon een baanrenner die leeft er gewoon vier jaar naartoe. Ja. Die is er echt mee bezig naar de spelen. Dat het moment dat dat zijn de spelen. Alle respect voor de wegrenners, maar het is een passage. De Tour is het hoofddoel. VK WK is een hoofddoel. En de Spelen, oh, om de vier jaar leuk dat het erbij komt. Pakken we even mee. Maar het is niet dat ze de vier jaar naartoe werken. Nee. Dus als je mij zou vragen, dan dus ja. zou ik gewoon één weg en ja, opofferen. Ja, met... En medaillekansen op de baan. Nee, ja, maar dat, veel vind groter. Ik, dat vind ik moeilijk om te zeggen, weet je. Het is altijd zo, iedereen heeft gewoon zijn eigen kans. En iedereen heeft zijn eigen prestatie. En dat is ja. moeilijk met te vergelijken. Maar we zullen het zien. We zullen het zien. Um, Harry La woon ook ja. de keider natuurlijk. Ja. Sam lichtlee, de tijd, de kilometer, die vader licht, die je toch een tijdje uh, snel zaad. Die hebben even een stelletje turbopoten nee. gecreëerd, dat is niet normaal. Ja, nou ja, die moeder waarschijnlijk <laughs> ook, maar uh, die heeft, die heeft top-eitjes. Maar ja. dat is toch wel even van een, uh, een familie, zeg. Poeh. En dan Emee uh, Pietzekeester wil de Madison drie kilometer. En dan ja. nog een keer Hallie, Harry, uh, ze noemden hem al. Uh, ja, hoe noemen ze hem ook weer? Harry. Uh, Ik was, weet is dat het was niet een mooie uitspraak? Ja. Harry. Nog wat, nou ja, goed. De, 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 die, die vertel ik volgende keer. Die won ook nog <laughs> de sprint. En uh, daarbuiten dat, ja, gewoon super dominant en uh, ja. echt super knap. Ik hoop dat ze het zo lang kunnen volhouden tot Tokio. Nou ja, de, 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 de sprintploeg, heeft echt een grote voorsprong. Maar ja, die Kenny, die lag erom, die Brit. En die, uh, dat gaat niet om nu, het gaat om de spelen. En. Uh, ja, die de Britten, Britten die hebben wat uh, achter de hand. Uh, die zijn iets aan het, uh, aan het, aan het uitvinden, bekokstoven. En, en die komt straks met een fiets. En, en uh, dan komen we met in een ander spulletje. De deze. speler is altijd weer anders. Maar op dit moment staan ze er heel goed voor. Echt heel goed voor. En zijn ze ver uit de beste. Ja, ja, ja. ja. Hey, over uh, uh, Tokio gesproken. Laten we hopen dat het allemaal doorgaat. Ja. Uh, de Italiaanse koersen: Strada, uh, Mirace Rema en uh, Terrein Adriatico. Ze zeggen dat het nu doorgaat, maar ja, aan de andere kant kan er wel weer verkeer. Het gaat morgen nog weer anders door, zijn. dus laten we hopen dat de uh, 7 maart gewoon de strade wordt uh, gereden. Ja. Uh, wie er wel sowieso op dit moment ziek is, maar geen koers meer heeft, dat is VDP. Oeh. Dus ja, het is, het, het, dat, we hadden anders verwacht dat het zou beginnen voor VDP, maar aan de andere kant zou het ook niet misschien een beetje, uh, dat hij even wat gas terug moet nemen en dat hij er ja. straks staat, zou het ook niet positief kunnen uitpakken? Beetje stress, uh, drukke, drukke winter gehad. Nee, maar zou het ook niet het goed vinden. voor hem uitpakken dat hij wat rust pakt? Ja, zeker. Want, want, want ja, we willen hem natuurlijk zien shine in parijs-roubaix. Melaasereen, maar zou ook natuurlijk ja. te gek zijn. Maar aan de andere kant, ja, dat is een kleinere kans denk ik persoonlijk. Ze zegt, als je topvorm hebt aangetikt vlak voordat je ziek bent, is het ook weer heel makkelijk om ja, op nee, je topvorm te komen. Tuurlijk. Dus ik maak me er ook helemaal geen zorgen om. Nee, en de Vlaanderen, niet. ronde van Vlaanderen is nog zo ver. Nee, maar dat niet. Maar de strade was ook natuurlijk een. Ja, een ja dat, dat, dat is jammer, maar. Als we even naar de ronde kijken en naar Parijs-Roubaix, dan, uh, dan is dat dan, belangrijker. Dan denk ik dat het belangrijker is en dat ja. is nog een lange weg te gaan ja. daarnaartoe. Nou, de andere koers die sowieso op dit moment nog niet in het ongewis is, dat is Parijs-Nice. Ja. Uh, mocht het Italië wel worden afgelast, dan zullen veel renners uh, hun schema omgooien en Parijs-Nice gaan rijden. Dat wordt dan wel volgens mij echt een bizar goed deelnemersveld. Ik heb eigenlijk geen idee uh, wie er allemaal gaan rijden. Er wordt ook nog vrij weinig over losgelaten. Nee, stel dat de trainer Adriatico niet doorgaat. Oma gaat rijden. Oma wordt genoemd, ja. ja Oma en Bol. Ja. Uh, en dan volgens mij voor de trainer was het Kelderman en Matthews uit mijn hoofd. Ja, klopt ook, ja. Nee, ja. Wist je, je trouwens dat Parijs-Nice uh, de, de ronde is waar, uh, waar, uh, waar de beveiligingshelm, de vallenhelm... Uh, verplicht is geworden. Ja, ja, dat is André Kivilev. Ja, die is daar toevallig gevallen. Ik kan hem nog ja. heel goed herinneren. 2003, hard ja. gevallen. Ja. En, toen en daarna... daarna hebben ze de, de helmplicht helm uh, ja. 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 dat heb ik nog echt ook precies op mijn op Netflix zitten. Het was echt uh, voor mij een soort van verkeersdrempel uh, in het midden van de weg. En uh, voor mij kwam je de ongelukkige Ga bij COVID dus toen, als ik het goed heb. Ja. Vriend van uh, Vinnikourov. Ja, en die uh, die won hem toen ook, hè, die Hij won een rit en hij pakte het uit de klassement. Vinnikourov. Ja. ja. En weet je ook welke Belg daar een gigantische flater heeft uh, geslagen? Een flater? Als in dat hij, uh, dat hij uh, dacht dat hij er was of, of iets dergelijks. Ja, nee, geen idee. Dat was Tom Bonen. Wat heeft hij dan gedaan? Er was, uh, dan moet ik het goed zeggen, dat de uh, Kolobnef die reist solo naar de zege. En uh, Bonen heeft dat niet doorgehad. En het achtervolgende peloton is uit gaan sprinten. En Bonen steekt zijn handen in de lucht van: yes, ah, ja, ik heb gewonnen. En toen naar de Venus, toen euh, ja, kreeg je uiteraard te dat hij niet gewoon had. Ja, maar hij dacht waarschijnlijk dat die Kolobnev uh, had omgekocht. En <laughs> ja, <laughs> ah, dat was een uh, flater op dat moment. Ja, ja. En weet je welke rennen daar uh, echt is doorgebroken? In uh, Parijs-Nice? Ja. Ik kan me voor, ja, volgens mij geesting toch? Nee, ja, ja. Peter Sagan. Peter Sagan? Ja. Is dat niet ook, was die, deed hij ook niet toen de eerste keer in, uh, in Italië gigantisch hard? Uh, ja, maar in Parijs-Nice heeft hij uh, echt uh, de eerste echte overwinningen gepakt. En heeft hij echt iedereen op verschillende manieren ook. Hij heeft een sprint gewonnen. Hij ja? heeft ook een solo gepakt daar ook. Heeft hij echt iedereen laten zien wie Peter Sagan is? Ik had het is. moeten uh, weten, want ik heb zijn boek van Liedewij van Noord, die heb ik gelezen en dat uh, was een leuk boek. Um, ja, maar ik vraag me wel af wat er nu aan de hand is met de Sagan, want we hebben hem niet zoveel gezien. Nou ja, het schijnt dat hij hard aan het trainen is in Colombia, maar ik heb ook verhalen gehoord dat hij een beetje motivatieprobleem ja, heeft. Ja. ja, we gaan zien. het zien. Het is nog niet de Sagan uh, van het voorjaar nee. die we gewend zijn. Uh. Nee. Nee, maar ja, goed, we hebben meer renners natuurlijk nog niet gezien uh, die, die nog uh, hard aan het, uh, aan het uh, ja, uh, opbouwen zijn naar hun, hun ja. doelen. Uh, we hebben bijvoorbeeld wel even Thomas en Vroemen voorbij zien komen hier en daar, maar dat is ook nog niet het ja. Dommelé hebben we niet gezien, Kruis we nog niet. Maar ik mag nog niet gezien. wel hopen dat uh, Sagan uh, heel veel motivatie houdt. haalt uit het feit dat een evene pool, wout van Aard en Mathieu van de pool, op zo'n enthousiaste manier uh, uh, een nieuw wielrennen aan het creëren zijn. Ja. Ik mag toch hopen, als, als hij ook daarin meegaat, nou jongen, dan ja. poef. Nou, hij is inmiddels al wel weer 29, 30 jaar uh, oud. Dus, dus, dus ja, er komt ook een beetje kleur aan. Maar aan ja. de andere kant, hij kan nog jaren mee. Maar een mooie koers in het vooruitzicht. parijs niet. Uh... Ja. ja. Het geestelijk heeft hem wel eens bijna gewonnen ook hè, in het verleden. Heeft die in mijn bijna bijna Bijna, bijna. Uh, toen, toen lukte het net niet. Maar het is altijd een mooie koers. En uh, uh, uit mijn hoofd vorig jaar werd gewonnen de Bernal, Groenwegen was erg goed in de sprints. Ja, volgens mij Bernal won het eindklassement. Ja. Ik vind het een hele mooie koers. Alles zit erin. Ja, ze noemen het niet voor niets hè. het kleine Tour de France. Ja, nee, daarom. En, uh... Zelfs de Leeuw is aanwezig. Ja, nee, goed. Het is eigenlijk gewoon net zoals uh, de dauphiné Libéré en uh, de ja. Parijs-Nice. Allemaal dezelfde organisatie. Het is allemaal... allemaal dezelfde organisatie. Maar parijs Nies wordt wel echt gezien als het kleine broertje van... Uh... Ja, nou ja samen met Dauphiné waarschijnlijk. Dat zijn natuurlijk wel de, de, de koersen die, die er echt toe doen, ook wil toe koersen. Maar ik kijk naar uit. Ik ben echt wel, ook wel benieuwd hoe het, nou. hoe het ontwikkelt met het coronavirus. Uh, maar dat zou natuurlijk doodzonde zijn. Uh, ik vind het uh, altijd moeilijk. Dan heb je Prijs Nies. En dan heb je de Tyranium Adriatico. Ze beginnen niet tegelijkertijd, maar koersen, overlappen elkaar wel. Ja. ja, daar heb ik altijd wel moeite mee. Wat moet ik nou kijken? Ah, je kan het ja. gewoon beide kijken. Want volgens mij is ja, is, heb, heeft, is alles Eurosport. Ja. Uh, en volgens mij is Parijs niet. wordt gewoon uitgezonden door uh, de Belg, de Sporza. Ja. Uh, nou weet ik niet hoe jouw thuissituatie is, maar uh, ik heb wel wat uit te leggen als ik echt de hele dag... Ja, maar je kan, je kan je kan, je kan gewoon, het gewoon... Het is ook onder werktijd, dus je bent gewoon aan het werk, jongen. Ja, dan kijk ik wel. <lacht> <lacht> werk, werk, <lacht> <lacht> Gewoon achter elkaar. Hé, <laughs> hey, we gaan verder naar In het Nieuws. Um, <laughs> ik kan inmiddels wel een vierde scherm gebruiken. Ja, dat zou wel handig zijn. Ja, dat moest bijna wel. Mijn schaatsen nog al bij, afgelopen weekend. Ja. In het Nieuws... Muskon, hij is het helemaal kwijt. Uh, hij werd het koers gehaald uh, omdat hij uh, een renner. Uh, uh, ja, gooide een fiets. Het uh, lag op hem. Of die gooide hij naar een renner toe of dat hij wilde hem weggooien. En Daarnaast uh, kreeg hij ook nog een boete voor het verscheuren van zijn rugnummer. Uh, ja. Maar wat misschien voor hem veel belangrijker is. Uh, de fiets gooide hij toch naar de bussen? De Busser was het? Ja, voor mij was het De Busser, oh, ja. Nou, dat verklaart een ja. hoop, het volgende. Want, uh, ja, uh, Siko die moet zich er nu mee. En, uh, <laughs> ja, dus dat was dus De Busser. Dat is waarschijnlijk dus een maatje van hem. En hij dreigt, dreigt uh, wanneer Mascon het nog een keertje doet, dat hij Mascon even tussen zijn frame zal vouwen. Ja. En ik weet niet of je weet wat uh, Wijtens tegenwoordig doet... Weet je het of niet? Hij is bokser, toch? Hij is bokser geworden. Oef. Dus, dus, dus Moscone uh, die moet maar een ah, beetje oppassen. Ik denk dat Moscon niet bang is, hoor. Echt een nou, liaantje, wil zeggen? trots mannetje. Zikko Wijtens heb je hem gezien? Hij heeft een foto die zichzelf in plaats van, <laughs> uh, van zichzelf en zijn brede spieren, torso. Ja, weet je, hij is gespierd. Alleen, hij heeft nog wel een beetje zo'n wielerbody. Ja. Dus hij is gewoon eeuw. Maar hij heeft wel een beetje dan... dan, dan maar wat vinden we nu van deze situatie? We hebben natuurlijk op social media... Ja, was is cool. er een en ander ook geroepen. Was Jury cool. Eindse van Wieleflits die had gezegd... Die nam zijn woorden wel meteen terug over. Ja, maar als, als je het in een bepaalde content zou platen... van nou ja, een beetje spektakel op televisie... Ja. is natuurlijk wel mooi, kijk, maar het is niet goed te praten... wat er gebeurt uiteindelijk. Nee, maar, maar Wat, 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 wat Jury, uh, 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 Jury bedoelde is denk ik van... Kijk, hij, ten eerste, hij, hij keurde dit allemaal niet goed... maar nee. ik denk wat hij bedoelde... want er ontstond het ophef over zijn, uh, zijn tweet... Uh, hij bedoelde, kijk, zoals een George Best of bijvoorbeeld vroeger in het voetbal, uh, een Paul Casgoy, de Kantona, kant ze doen allemaal, hebben allemaal goede dingen gedaan, maar het zijn wel de renners die, de mensen die dus de, het peloton kleuren. Ik ja, denk dat die de Moscon, zijn keuze niet, niet helemaal goed op papier of de, in de tweet zetten, want wat die deed kan natuurlijk niet. En ik, ik denk ook niet dat Moscon uh, de, de koers kleurt, want, want Moscon maakt er eigenlijk elke keer een van. Ja. En uh, hij krijgt het steeds weer voor elkaar. Als daar nou één keer gebeurt, denk je, oké. Okay, twee keer, denk je, jeetje, mina. Maar maar dat is het nou nog vaker gebeurd. En ook nog nou. racistische uitspraken. Die gozer is gewoon hartstikke gek. En wat mij betreft is het laatste kans. Ik vind dat het klaar moet wegwezen. zijn. Nou ja, goed. Geef hem nog één kans. En als het nog een keer flik, dan is het gewoon... Nou, vind passel. ik niet. Er zijn zoveel renners die uh, in de rij staan om uh, keihard te werken oh. voor een ander. Uh, geef die lekker een kans. Mijn dochter zou zeggen, toedeloe. <laughs> <laughs> maar wat een gek. Je ja, gaat ja. toch niet met de fiets gooien naar iemand. Nee, doet... maar het is zoveel frustratie. Dus kijk, als hij nou... Als hij een nou in een winnende win positie zit en hij uh, wordt genaaid of hij wordt, uh, wordt of ze laten hem vallen of weet ik van wat. Maar er is, gebeurt helemaal niks. Hij rijdt gewoon midden in het peloton nou. en hij doet zulke gekke dingen. Naar. En dan kan je wel heel demonstratief op televisie je nummertjes aftrekken. En uh, ik ben het er niet mee eens. Ja, het zou allemaal prima, maar ja. je bent toch wel een behoorlijke mafkees dat ja. je niet uh, doorhebt dat je terecht gedisqualificeerd wordt. Je kan gewoon toch niet met een fiets naar iemand gooien? Nee. Het is helemaal, hij is helemaal gek. Hij is helemaal gek. Kwan respectloos. Hé, hey, Olek Tinkoff. game nog? Over gekken gesproken. Ja, ken je hem nog? Ja, de weekend hem ja, niet. De flambiante oude ploegbaas van het gelijknamige Tinkoff... heeft maar liefst 25,6 miljoen borg betaald. om voorlopig uit de gevangenis te blijven. Hij wordt door Amerika beschuldigd van gesjoemel in zaken zijn belastingafdracht. en hij staat daar in Londen in de gevangenis. Hij is dus nu al borgvrij. Heb het wel zwart betaald, toch? Gewoon een handje content. Ja, dat, dat weet ik niet. Maar de, maar de zaak is uiteraard nog niet ten einde. Ja, het is geen wielen nieuws. Het verdiende met belastinggeld, kant. daar heeft hij het mee betaald, toch? Want die, zeg ja, maar, uh... het, het is geen wielen nieuws, maar de andere kant viel het wel op. Hij is, hij is natuurlijk een flamboyant figuur geweest in de, in de wielwiel, Maar ja, hij is dus hier ook weer het gewoon een en al gesjoemel. Hij, hij is, is gek. Gek, gek, gek. Hij is gek. Um, Betsema, Denise, uiteraard, heeft hij contract verleend met haar ploeg. Pauwels Sousen Bingo. Betsema ligt nu tot 2024 onder contract. Zie je maar, het kan verkeren. Het kan verkeren uh, ja. Ze was bijna helemaal klaar. En nu uh, tot 2024 zit ze gewoon weer goed onder pannen. Ja. Puk Pietersen heeft getekend bij uh, Alpa. Ja, bij... haalt de woorden uit mijn mond. Want Puk Pietersen gaat naar Alve oh, Phoenix. Ja. Ze wordt een, wordt een ploeg gemaakt van uh, Celine del Carmen Alvarado. De pas 17jarige Pieters is naast het veldrijden ook een groot motorbike talent. En Alpezien Phoenix bouwt rustig door en die hebben het wel op een rijtje. Ja. En laat die. Uh, Carmen Alvarado, we ook heel graag op de mountainbike willen rijden. Ja, misschien kunnen ze elkaar omhoog trekken. Ik denk dat er wel een achterliggende gedachte ja. bij zit. Ja. Tot uh, zover het nieuws. Van het uh, talentje We gaan verder met uh, de oude doos. Vandaag in de oude doos. De koers gaat altijd door. Maar is dat wel zo? Met de naderde dreiging van het coronavirus zullen veel evenementen in de komende periode misschien worden afgelast. Deze dreiging geldt dus ook voor het wielrennen en op dit moment met name voor de Italiaanse koersen. Maar ging dat vroeger altijd dan door? Of werd het vroeger ook wel eens afgelast? Laten we eerst eens kijken naar de strade bij De wedstrijd komt voort uit de Monte Paci Eroica, kortweg L'Ororica. En het wielerevenement dat sinds 1997 ieder najaar wordt georganiseerd. Eroica is Italiaans voor heroïs en verwijst niet alleen naar het zware parcours over deels onverharde wegen, maar ook naar de klassieke fietsen van de deelnemers. Die moeten tenminste 30 jaar oud zijn. De wedstrijd voor de professionals kent deze laatste eis niet. Sinds 2008 is de wedstrijd in maart, in tegenstelling tot de recreante evenement dat nog steeds in het najaar plaatsvindt. Het is dus een niet zo hele oude wedstrijd en hij is nog nooit afgelast. Dan de Tireno Adriatico. Deze middendaagse wedstrijd wordt sinds 1966 verreden. De Tireno Adriatico wordt ook wel de race van de twee Zee genoemd. De race is destijds bedacht door de Forte Sportiv Romanië en in het verleden ook nog nooit afgelast. Oudste van die drie koersen is milaan sanremo Het idee voor een wielerwedstrijd van Milaan naar San kwam van de Unione Sportiva San Een eerste amateurwedstrijd werd op 2 en 3 april 1906 gereden, over twee etappes, Milaan-Aquí en aquí sanremo De wedstrijd kende bij aanvang echter weinig succes. Daarop opperde journalist Tullo Morgiani, die in 1905 al de Ronde van Lombardije gelanceerd had, het idee om een professionele wedstrijd op één dag te organiseren over het traject. Hij legde het project voor een directeur van de Casetta dello Sport, Eugenio Costamagna, die de organisatie op zich nam. Op 14 april 1907 vond de eerste officiële editie van Milaan-Soremo plaats. 60 renners geven zich in, maar slechts 33 verschenen er om vijf uur s ochtends aan de start bij de herberg Concia Vallata. Deze aanvangseditie werd in bar weersomstandigheden gereden en na een tumultueuze finale, de Fransman Garigu duwde de Italiaan Gerbi van de weg af en werd gediscurreteerd. Gewonnen werd het door de Fransman Lucien Petit Breton, die 286 kilometer aflegde met een gemiddelde snelheid van, ja, u hoort het goed, 26,2 km per uur. 14 renners bereikten de finish maar. Milan Remo werd in 1916, 1944 en 1945 niet verreden. Alle drie de jaren was oorlog de reden. Alleen oorlog hield de Italiaanse voorjaarskoers tegen. Hopelijk komt het coronavirus er niet bij, want de koers gaat bijna. Altijd door. Ja, zo is het maar net. Ook, de koers gaat altijd door, uh, hopen we dan toch. En laten we alsjeblieft hopen dat deze... Uh, ja, kijk aan de andere kant. Als het gewoon niet anders kan. Als er mensenlevens op het spel staan. Ja, dan moet het gewoon afgelast worden. Maar ja, weet je, ja, ik, het is een beetje dubbel. Eigenlijk zijn er twee kampen. Eén dus ja. kamp die is heel voorzichtig. En dan corona, weet je, er gaan mensen dood. De andere ja. kamp zegt van ja, weet je, er is griep. En uh, er gaan met griep ook twee uh, of anderhalf tot 2% mensen dood op jaarbasis. Ja. Aan de griep uh, zelf. Ja, maar weet je, wie zijn wij om wat over te zeggen. Maar laten we gewoon hopen dat het uh, ten eerste instantie ...allemaal rustig blijft. En dat er niet, niet uh, nog ja. meer mensen ziek worden. En ja, de andere na, kant. Nadeel is gewoon... Kijk, als, als, het, als het op weer aankomt bijvoorbeeld, uh, sneeuw, weet ik het allemaal, dan, dan is de koersdirecteur uh, zelf bij machten om, om beslissingen te nemen. Ja. Maar in dit geval komen de mannen in pak uh, uit de hogere regionen, die komen om de hoek kijken. Ja, en dat, dat is bepalend ook voor het wielrennen. Dat zien we. Tuurlijk. Maar als het kan, dan kan het. hè. En als het niet kan, dan kan het niet. Nee. En laten we hopen dat de koers gewoon doorgaat. En als het echt niet kan, ja, dan is het niet anders. Maar het zal wel verdomd, verdomd, verdomd jammer zijn. Ja, hey, so, Zeker. We zitten inmiddels alweer. Uh, nou, we tikken het uur alweer rijm aan volgens mij. Dus we gaan verder met het laatste woord. Ehm. Um, nou ja, er waren een aantal. Uh, we hadden vorige keer natuurlijk een winactie opgenoemd. Er waren een aantal. Uh, uh, nou, we het, kijk, het, het vervelende is aan. aan uh, uh, we hebben best echt veel luisteraars en daar zijn we super blij mee. Alleen als we andere mensen onze podcast vinden, dan hebben we recensies nodig, met name bij uh, de Apple Podcast. En ja, uh, dat is belangrijk, want dan komen we nog hoger in de, in de, in de, in de En dan worden we makkelijk gevonden. Dus dan kunnen nog meer mensen luisteren. Dat vinden we natuurlijk leuk. Dus we hebben gezegd. Uh, de mensen die de leukste recensies schrijven, die krijgen van onze fles, uh, grote fles Koerspret. Nou, dat hebben mensen gedaan. Dus dat is ten eerste hartstikke leuk. Uh, we hebben in eerste instantie een uh, recensie van uh, Wilfried Klappen, die we eruit gekozen hebben. Die zegt: Prima podcast, wederom. Maar nu met een hogere cadans, hoge beenrimpte, Meer van dit hoge schoolwielenanalyse door de Spotify-eter laten komen. Afwacht is niet eens wielrenners. Nou, dat dat is komt mooi. toch? Ja. Omdat hij zegt van. Kijk, jullie zijn heel lang niet weg geweest. Dus we moeten een hoge dans moeten vaak komen. Nou, dus ja. Dit is nu de tweede keer in twee weken. Zeker, ja. Maar uh, Wilfred Klappen, hartstikke leuk. Uh, super, uh, uh, nou, we zijn vereerd met je mooie recensie. Nou, zeker. Heel en blij hij mee. krijgt een fles koerspret. Zeker. Dus uh, Wilfred, uh, stuur eventjes in een persoonlijk bericht uh, je, uh, je adres en dan sturen wij een, pen, uh, een flesje naar je toe. En de andere winnaar die is van Tim Bosman uh, en die heeft een heel verhaal ervan gemaakt. Dat is superleuk. Ik kocht een koerspret, want ik ben een echte wielerliefhebber. En kware mond is voor kopmannen. Ik ben geen kopman, ik ben een wieltjesklever. Iemand die zijn bandenpomp bij, me zijn, bij mijn voorganger op de bagage draagt gelegd. En je komt erachter dat er een podcast van is. En dat vond ik wel heel grappig wat hij verder zei. Wat het nog meer bijzonder maakt is dat ik Michiel Beemster hoor. Een oud voetbalgenootje met een ongelofelijke, vrije, onverschrokken blik op de wereld. Ambitieus ook. Dan denk ik, oké, okay, dat is misschien een beetje too much. Maar het is grappig dat iemand het schrijft. Uh, ik ga genieten van het uh, podcastje op de fiets en in de auto. Ik ga lekker alles terugluisteren. Eh... Uh, dat zal hij me bedoelen. LSRF. Dus dat is Live Slow. Ride Sorry heeft, heeft het. Met dit bier heb je goud in handen. Ik koop er nog een paar. En ik gun je de wereld mannen. Nou Tim. Ook hartstikke bedankt. Jij krijgt ook van ons een, een mooie fles uh, koerspret. Ehm. Um, ik word altijd een beetje ongemakkelijk van als iemand dan uh, zulke mooie woorden zegt, maar het is wel superleuk om te lezen. Um, ja, we gaan gewoon nog oproepen, toch Wilco? Ik, dus, uh, zeker? We hebben we genoeg we... flessen, grote flessen koerspret. <laughs> laat ze maar komen. Dus laten recensies. we zeggen dat, uh, dat we, we bijvoorbeeld nu doen twee weggeven. Dus Tim Bosman mag onze privébericht sturen, die krijgt dan een fles koerspret. En uh, Wilfried Klapper, die mag ons privébericht sturen met zijn adresgevers, krijgt ook een fles koerspret. Laten we gewoon zeggen dat de volgende drie recensies, uh, die wij het leukst vinden en uitkiezen, dat die ook een fles koerspret weer krijgen. Ja. dus Stuur ze in via Twitter, uh, Facebook, Instagram. Of uiteraard wat super, uh, wat voor de Apple Podcast mooi is. Een mooie recensie bij Apple Podcast in de, in de iTunes. Uh, nou ja, goed, dat weten mensen wel die ja. Apple Podcasts luisteren. En uh, ja, dan gaan we gewoon weer een flescoursspit naartoe sturen, toch? Precies. Dan het uh, laatste woord verder, Wil. Heb jij nog iets? Ik kijk heel erg uit naar, de, naar, de, naar wat gaat komen. Woensdag weer een mooie koers, Leshamine. Ja ook altijd uh, door de hè? Ja. ja, maar het treed. is ook altijd een mooie koers. Niet de tweede, vrug, volgens mij, tweede of derde. Sowieso, podium, maar dat het, het zijn de mindere ploegen die aan de niet-de-mindere, maar niet-de-die uh, altijd tussenkoers. Ja, die niet altijd wiltouren uh, mee mogen doen. Maar het uh, levert altijd wel spektakel op ja, mooie koers. Ik, mooi kan, ik het is een mooie woensdag, dus uh, <laughs> ja. kunnen we kunnen mooi kijken. weer. goed thuis werk, maar even kijken. Ja. <laughs> De komende weken worden nee, wel een, een, een de beetje. Prijs niet, We hebben straden, dus echt heel veel leuke... Ja, uh, je uh, krijgt uh, ook wow. natuurlijk weernokere koers en dat soort uh, wedstrijden allemaal. Dat is ook allemaal ja. mooi door de week. Dus dat is ja. ook best leuk. Ja, laten we hopen dat het allemaal doorgaat. En dat er ja, uh, geen gekke dingen gaan gebeuren. En, uh, ja, dat... Tom is weer fit, hè? Tom is weer fit. Hij had Tom eerst de poos gedaan dat hij er zin in had. Ja. Dus daar werden we blij van. Ja. Laat maar doorkomen, die Tom. Parijs ja. niet, hè. staat start hij toch? Nee? Uh, nou, volgens mij slaat hij het nee, eerste. Die slaat hij over. De... Uh, Tyreno ja. zou hij anders rijden. Ja, hij die rijdt hij de... ja, ja. Dus hij gaat nu gewoon naar uh, het tweede moment in ja. het seizoen. Zo is het, Wilgo. Hey. Hij zit op uh, Tenerife volgens mij op dit moment. Ja, <laughs> ja ze <laughs> zitten op Tenerife. En uh, daar doen ze het meestal heel goed als ze daar vandaan komen. Dus laten ja. we het best hopen. Verder nog iets? Uh, Cavagna wilde ik nog even benoemen. Caffanya. Zaterdag Remy. was er ook nog. Uh, Remy. Was het? Zaterdag, Remy Cavanja. Zaterdag was er een. Uh, de, de koers Ardesse Classic. Of hoe die, uh, ja. En die zat in de kopgroep samen met een, uh, een andere renner. En die heb de hele dag vooruit gereden. En de laatste 40 kilometer, als ik het goed uh, gelezen heb, is hij die voor gegaan En ze hebben hem niet meer teruggepakt. Ja. Ik zag bij Pro Cycling, zei ze de, de, de verschillen. Dacht ik, hè, wat is dit nou weer voor koers? Ik zie uh, uh, onze vriend uh, De Fransman uh, hoe heet bij uh, Bergiel zag ik ertussen staan. Ik denk, ja, nou, dan, dan zal er wel een bergje ook uh, bij geweest zijn. Maar ik zag 2,53. Ik zag 3,5 minuut. Ik zag 4 minuten 25. Ik zag alleen maar grote verschillen. Maar die Cavagna, die heeft uh, even. Ja, het Echt was een hele een, mooie uitdaging. Het was een hele rare, rare uitslag, inderdaad. Want uh, het was trouwens uh, de, de, de Faun Ardes Classic. was het. Ja. En uh, hij werd dus gewonnen door uh, Cavagna voor uh, Gangert. En hij reed maar liefst 2 minuut 51 uh, vooruit. Poep. Maar uh, daarna was het Martin, uh, Guilherme, Martin, Guilherme Martin. Barguil was er nog bij. Dus ja, het was wel een, uh, wat dat betreft een, een hele aparte koers. Aparte maar een uh, hele dag had ja. die, uh, heeft hij vooruit gereden. Eerst met z'n tweeën, dus dat was eigenlijk al een aanslag, en toen heeft hij het alleen afgemaakt. Ja, dus de Keuning had nog een overwinning erbij. Ja, nou ja, goed. En uh, ja, dat, dat zullen nog heel veel uh, gaan volgen. Alle voorliep en... was niet goed, nee, maar die is te druk met de ex-vrouw van ja en met de ronde. Ik ben benieuwd of hij op tijd fit zal, uh, zal ja, zijn. Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik moet dit om eens dus zien. Ja. Ja. ja, weet je, het is uh, gewoon uh, mooi. Het is er allemaal begonnen, Wilco. En uh, de komende tijd is het bijna niet bij te houden wat er allemaal precies uh, is gebeurd. Um, het was trouwens, uh, Terfse werd derde in uh, derde, vorig ja. jaar. En Amy, 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 de Gent. Het was Boom, werd daar trouwens toen nog vierde. Ja, toen verkeerde. Ja, gestopt. We gaan afsluiten, Wilco. Ja, het was uh, bedankt weer een voor het podcast. luisteren. Ja. Bedankt voor het praten, Wilco. Ja, graag en, graag, volgens mij niet eer. Facebook.com/Arielle de la Cours, Twitter-Arielle met de hoofdletter C, Instagram-Arielle de la C. En uh, kijk ook op onze website-Arielle de la Cours. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende, Arielle de la Cours.